is de Hoe onderneem ik podcast met Clement Staal. Welkom bij deze aflevering van de Hoe onderneem ik podcast. Is het eigenlijk mogelijk om je brein anders te gaan programmeren? Nou, dat is waar NLP om draait. Neurolinguistisch programmeren, oftewel, zoals mijn gast van vandaag zegt, de kunst van je goed voelen. Nou, inmiddels is Joost van der Ley al ruim 20 jaar bezig met NLP, sinds hij in 2000 in de Verenigde Staten zag wat dit kan doen met mensen. Hij is een van de weinige licensed NLP mastertrainers ter wereld en is daarnaast ook de enige trainer die op een universiteit les geeft. Nou, een nieuwtje dat ik alvast ga verklappen. Waar NLP tot op heden niet wetenschappelijk is aangetoond, lijkt het erop dat daar zeer binnenkort verandering in gaat komen. Nou, Joost heeft inmiddels tientallen boeken op zijn naam staan over onder andere het ABC-NLP en het neurogram. En verder deelt hij zijn kennis in de Invloed Vergroten podcast en op nlpflix.nl. Nou, je hoort het, Joost is degene waar je heen moet voor NLP. En daarnaast is hij ook nog eens een geweldige verhalenverteller. Wat heb jij aan NLP? Nou, luister mee naar het gesprek dat ik had met Joost van der Ley. Joost, leuk dat je in de Hoe onderneem ik podcast bent. Ja, welkom. Leuk om er te zijn. Fijn dat ik bij jou te gast mag zijn. Ja, je bent van harte welkom. En ik zag toen ik jou aan het googlen was, dat ik jou nog moet feliciteren, want je bent ondertussen een halve eeuw oud, zeg ik. Ja, don't remind me. Nee, ik vind dat echt. Ik vind oud worden echt verschrikkelijk, maar ik ben inderdaad net jarig geweest. En oud worden is niet erg, oud zijn zeggen ze dan is erg. Nee, ik vind het allemaal verschrikkelijk. Wat is jouw beste herinnering van de afgelopen 50 jaar dan? Mijn beste herinnering van de afgelopen 50 jaar, dat is wel een heel erg moeilijke vraag. Mag het ook één van de beste herinneringen zijn? Nou, ik heb hele goede herinneringen aan oud en nieuw 2000. Maar ik heb ook een goede herinnering aan het vinden van mijn huidige partner. Laat ik dat er ook bij zetten. Wat niet per se op wat in 2003 gebeurt. Okay, ik zie je big smile. Niet dezelfde avond was. mijn huidige partner vinden is absoluut een hoogtepunt. Al was het maar omdat ik haar op een onderzeeboot heb gevonden. Sorry? Ik heb haar op een onderzeeboot gevonden. Heel logisch, maar hoe bedoel je dat? Nou, er was een feest op een onderzeeboot. Ah, oké. Maar het is wel leuk als mensen vragen van waar hebben jullie elkaar ontmoet? Dan zeg ik op een onderzeeboot. En dan krijg je zo'n reactie dat mensen denken, wat? Mooi verhaal. Ja. Maar oud en nieuw 2000, dat is ook wel een hele warme herinnering. En wat maakt die warm dan? Ja, dat was gewoon het meest geweldige feest van de afgelopen 10 jaar. Een millennium? Ja. Dus ik heb heel veel wezen partyen en ik ben een tijdje DJ geweest op houseparties. Ja. Yeah. En oud en nieuw 2000, op een of andere manier had iedereen echt zoiets van, nou nu gaan we ook echt helemaal los. Ja. En ik zat al in een groep mensen die het al behoorlijk los gingen. Dus om die nog eens een keer nog eens een schep bovenop te zien doen, dat was wel heel mooi. Je zegt DJ, want volgens mij heb je een keertje gezegd dat je iets deed met hardstyle? Of? Nou ja, ik vind alle muziek mooi, zolang het maar mijn muziek is. Jouw muziek, ja? In de zin dat ik de platen uitgezocht heb. Okay. Alleen drum en bass, dat vind ik echt te erg. Maar alle andere stijlen, ja, dat moet wel house zijn, hè, voor de duidelijkheid. Niet blues of zoiets. Als je dan een huwelijk draait en dan mensen komen naartoe van die oude mensen van, heb je ook Frans Bauer? Dat is niet jouw ding. Nee. Maar ik heb een tijdje... Ben je gabber van het eerste uur dan? Of zo? Nee, totaal of, niet. Nee. Ik heb wel gabbers van het eerste uur meegemaakt. Ja? Ik was wel heel vroeg bij, vanaf 1991. En toen was ik nog in Utrecht. En toen had je nog Mellow House. Ja? En toen kwam voor het eerst van die grote feesten. Mm-hmm. In grote hallen in Utrecht ook. En toen kreeg je voor het eerst, toen Gabber opkwam, twee hallen. Eén met Mellow House en één met Gabber House. Ik vond het echt verschrikkelijk. Maar die gabbers die begonnen allemaal, noemden ze fokken. Dan kwamen ze met 5 man om je heen staan. Met zijn vuisten heel snel in je gezicht dansen. In het kader van, je moet ook maar gabber worden. En ophouden met die mellow showy. Maar dat heb ik nooit gedaan. Ik heb gewoon de gabber overgeslagen. Ja. Maar als DJ heb ik een spot. Het is heel moeilijk om spots te vinden om te draaien of plekken. Mm-hmm. En ik heb toen gedraaid in een vage tent in Groningen.
van 4 uur zaterdagavond, 4 uur 's nachts tot, wat was het? Volgens mij was het 10 uur 's ochtends. Mooie tijd. Ja, hele mooie tijden. In een tent waar het voor de F-site van Utrecht, of van de F-site van Groningen kwam. Ja, ja. Die wilde alleen maar hardstyle. Maar ik vermoed dat ze dan niet heel veel van de muziek hebben meegekregen op dat tijdstip, of? Ik wilde vooral dat ze gingen dansen. Ja, mij maakte geen ruk uit als ze maar gingen dansen. En als ik binnenkwam, dan was degene die voor me stond te draaien. Die stond knoeperd hard te draaien. Ja, ja. Niemand aan dansen. Dus dan was het mijn beurt. En dan zette ik funky house op met salsa-achtige deuntjes en zo. En er ging vooral veel water doorheen waarschijnlijk. Of, ja, nee, zeker. Nee. Dus uiteindelijk is die tent gesloten wegens overmatig cocaïnehandel. Ik bedoel maar. Dus dan weer mooi, het mooi. Einde van dat. Maar in die zin heb ik wel... Dus als ze dan eenmaal gingen dansen, dan kwamen ze alleen maar toe. Maar we willen hardstyle. Dan zeg ik, ja, maar niemand danste op hardstyle. Dus daarom ga ik heel langzame funky salsa house draaien. Totdat jullie gaan dansen. En dan ga ik steeds meer opbouwen totdat we daadwerkelijk de tent aan het dansen hebben gekregen. En dat, maar als ze eenmaal dansen waren, dan draaide ik wel de platen bij hardstyle die ik leuk vond om te draaien. En inmiddels geen DJ meer? Nou, ik DJ nog steeds. Ik ben eigenlijk nooit meer opgehouden, omdat ik gewoon superleuk vind om te doen. Ja, maar ja. Niet voor geld. Mm-hmm. Ik ben nu wel bezig om een jongere publiek aan te spreken. Omdat ik ontdekt heb dat vooral oude mensen naar mij komen. Omdat ik zelf ook oud ben. een halve eeuw. Precies. Dus nu ben ik aan het livestreamen op Twitch. Dat een jongere platform is. En dan is een soort, ben je een soort eigen tv-zender. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga gewoon op zaterdagavond livestreamen mijn DJ-sets. Dus, dus in die zin ben ik nu weer elke zaterdagavond aan het 2 uur aan het DJ'en. Oké, dus binnenkort dan zouden we je moeten kunnen kennen vanaf Twitch. Sowieso, ja. Nee, dat, ja. Dat kan. Of dat echt, hoe zeg je dat, groot doorbreekt, dat verwacht ik niet. Maar ondanks het feit dat ik een supergoed DJ ben. Oké. Nou, dat laat ik dan aan jou om dat te zeggen. Ja, nee, dat is... Maar je zegt doorbreken, want jouw core business is NLP of ABC NLP. Ja. Dus daar wil ik het wel met jou over hebben. Heel goed. Wat is dat dan? Hoe ziet dat eruit? En waarom jij en waarom misschien niet een ander? Ja. Jij bent daarmee in aanraking gekomen, ergens rond 2000 ook, begreep ik? Zeker, ja. Ik had daarvoor een automatiseringsbedrijf. Ja. Ik heb filosofie gestudeerd in de jaren 90. Als filosoof kan je niks. Dus toen ik daar klaar mee was... Ja, toen... Vragen stellen, toch? Of... Ja, zeker. Ja, filosofische vragen stellen. Ook nog wel uitleggen waarom alle antwoorden tot nu toe het verkeerde antwoord zijn. Ja. Maar dus de vraag beantwoorden, dat is alweer een stap te ver. Maar als je in de jaren 90 niks kon, zoals ik, dan belandde je in automatiseringsland. En ik had als studentassistent voor de Universiteit Utrecht gewerkt. Eerstejaars werkcollege gegeven en zo. En dat vond ik allemaal hartstikke leuk. Dus ik kwam erachter dat op een of andere manier ik werken leuker vond dan studeren. Dus ik dacht, nou, dan ga ik gewoon werken. Maar ik vond werken bij Pink Rokade, daar heb ik een jaar gewerkt. Dat vond ik aanzienlijk minder leuk dan werken voor de universiteit. Oké, wat maakt het niet leuk? Ja, in de universiteit had ik mijn eigen kamer, betaalden ze me, maar ik mocht eigenlijk gewoon mijn gang gaan. Ik had een hoogleraar die af en toe zei van je moet even dit doen, je moet even zus doen, maar ik mocht helemaal zelf uitzoeken. En bij Pink Rokade, dan zat je toch in een soort grote machine. Een klein radertje. Nou, niet eens, want ze hadden me natuurlijk aangenomen op basis van mijn filosofiewerk. Mm-hmm. Dat was natuurlijk niet echt achteraf namens iedereen aan. Maar ik had voor de Universiteit Utrecht ook geprogrammeerd. Ik had onder andere, dus de hoogleraar waar ik voor werkte, die wilde op een gegeven moment, had hij gezien dat ze in Amerika webpagina's hadden. Maar die heette nog geen webpagina's. Dat was nog op Gover. Ik weet niet of je van Gover gehoord hebt. Nou, niet dat ik weet. Nee, maar dat is de voorloper van het World Wide Web. Dus je had gewoon bestonden er nog geen internetpagina's. Oké. En dat is de eerste grote totale commerciële. Rond die tijd had ik ook een andere misser gehad. Maar ik heb een hoop missers gehad met commerciële activiteiten. Twaar je uitzending dan toch? Nee, ik heb het niet gedaan. Het zijn opportunities die ik niet genomen heb. Oké. Want wat bleek is, achteraf bleken heel veel bedrijven ook met hun kop op internet te willen. Maar dat wilde die professor. Die wilde gewoon op een webpagina zijn hoofd staan. Dat er stond, ik ben professor in de filosofie. En dat was alles. En een e-mailadres. En Gover kon dat. En dat heb ik moeten uitzoeken en het voor hem gebouwd. En daar waren ze bij Pink Rokade zwaar onder de indruk van dat feit dat ik met Gover gewerkt had. Dus toen hebben ze me een baan gegeven. Maar ja, ik had gewoon een bedrijf moeten beginnen en tegen andere bedrijven moeten zeggen, hey, wil je met je logo op internet? Ja, ja. Dan kunnen we dat voor je regelen.
dan had ik goud geld verdiend. Ja, dat is de tijd van de Cowboys. Ja, absoluut. Dat is de reden waarom ik in een jaar van programmeur tot projectmanager heb geschopt bij het Pinkrocade. Met name omdat ik gewoon bij elke klant zei, ja, dit is gewoon te veel werk, dat ga ik niet doen. Hoe zou dat dan? Nou, ze hadden mij, dus eerst kwamen ze erachter dat ik wel slim was en kon verzinnen hoe het probleem opgelost was. Ja? Maar niet heel erg net had geleerd programmeren. Ik kon wel programmeren, maar het was gewoon spaghetti-code. Dus toen zeiden ze na 2 maanden, zeiden ze, ja, je bent wel slim. Je kan wel, zeg maar, je ziet oplossingen waar andere mensen geen oplossingen zien. Maar ja, je maakt er een beetje een zootje van. Dus weet je wat, we maken je technisch projectleider. En dan kan je andere mensen uitleggen hoe de oplossing is. En dan gaan zij het voor je programmeren. Ik zei, nou, prima. En een maand later kwamen ze weer langs. Zeiden ze, nou, technisch projectleider is nog een beetje te technisch voor je. Dus weet je wat, we maken je projectmanager. Want je hebt wel een lekkere babbel. En toen zeiden ze, van, hebben we bovendien een klus voor je bij een klant. Van, en wij, ik zat bij Trendsoft, was een kleine dochteronderneming. De kleinste van Pinkrocade. En ik moest doen naar, werd ik gedetacheerd bij hun grootste Pink Elephant. Zeg maar degene waar Pink vandaan kwam. En daar moest ik bij Shell, heel Nederland, moest ik een, hadden ze dat Pink Elephant, dat een migratietraject van Windows 3.1 naar Windows NT. Dan weet je meteen hoe verschrikkelijk jong ik toen was, hoe oud ik nu ben. maar wat bleek is, al die Shell mensen, dat zijn soort kinderen met speelgoed in hun handen. Die hadden allemaal in Excel en in Lotus en in Word, allemaal met macro's. Hadden ze allemaal voor zichzelf programma's geprogrammeerd. Waaronder de kleine dingetjes zoals, oh, de volledige rapportage aan de aandeelhouders, kwartaalrapportage. Dat was letterlijk een floppy disk met daarop een Excel-sheet die gewoon langs alle raffinaderijen werd gestuurd. En die moest dan in 3 maanden de wereld rond. En dan kwam die aan Den Haag, het hoofdkantoor. En dan zeiden ze, print rapport. En dan kwam een hele rapportage eruit. En dat werkte allemaal niet meer onder NT. En dat moest ik doen. En dat was gewoon echt te veel werk voor mij. Een beetje moe van. Ja, dus ik heb tegen de hoofd... de hoofdautomatisering van Shell gezegd, luister, dat is 10 manjaar, dus dat slaat nergens op dat ik hierheen gestuurd ben. Dan zei, wat stel je dan voor? Ik zeg, nou, ik geef me gewoon mijn eigen afdeling, dan ga ik gezellig, kom ik die floppy diskjes halen en dan neem ik ze mee naar Pinkrocade, dan heb ik mijn eigen club van 10 man bij Pink en dan programmeerden wij gewoon off-site al die zooi om en dan kom ik een maand later of een paar maanden later die floppy diskjes weer inleveren met wat de oplossing is. Hij zegt, nou, is geweldig, hoeveel kost dat? En ik had gehoord in de wandelgangen dat het 200.000 gulden volgens mij in die tijd per manjaar moest zijn. Wat het op moest leveren. Dus ik zeg, 2 miljoen gulden, fixed price. Hij zegt, nou prima, scheurt het bestaande contract letterlijk voor mijn ogen door. Ik maak een A4'tje met 2 miljoen gulden, fixed price, dat hele traject. Ja. En ik zet mijn handtekening eronder. En je dacht niet, shit, te weinig gevraagd. Ja, dat dacht ik nog niet. Maar dat... En toen ben ik teruggegaan naar Trendsoft, dat zat in Zeist. En bij de directeur naar binnen gelopen. Ik zeg, ja, het is al wat anders gelopen dan we gepland hadden. Ik heb het hele project aangenomen voor 2 miljoen gulden, fixed price. Nou, die draaide helemaal door, die was helemaal gek. Ik had geen tekenbevoegdheid en zo. En tot nu, kijk, Pinkrocade was een zelfstandig, geprivatiseerd Rijkscomputercentrum. Dus dat waren ambtenaren. En zij hadden al gezien dat ze alleen maar verlies gingen leiden de komende tijd. Maar hadden met allerlei boekhoudige trucs reorganisatiekosten genomen. En dan die laten vallen van, oh, dat is toch minder kostbaar. Ja. Dus dat ze dan wel zagen dat de omzet werd gehalveerd in 5 jaar. Maar dat dan de winst zou 3 verdubbelen. Dat wisten ze allemaal van tevoren al. Maar ze hadden 1 probleem, dat waren fixed price projecten. Want die gingen letterlijk, wat zij aan kostprijs hadden, was 4 keer meer gemiddeld dan wat ze kregen van de klant. Ze waren blij met jou. Dus ja, hij was echt, ik heb een uur lang ben ik uitgecoverd. En toen zei ik na een uur, zei ik, nou ja, moet ik hem dan teruggeven? Toen zei hij, nee, dat kan niet, want het is en Shell en het is 2 miljoen gulden. Dus dat is gewoon te veel geld. Dus je gaat het maar doen. En toen zei hij, dat zal ik nooit vergeten, ja, goede herinneringen had ik daar. Toen zei hij ook tegen mij, zei hij, maar 1 ding Joost, 1 ding. Jouw ballen liggen op het blok. Hè? Als het fout gaat, jouw ballen liggen op het blok. Maar ik had in die 3 maanden al zoveel projecten gaan fout zien gaan. Dus er was nooit iemand op afgerekend. Dus ik dacht, ja, het zal wel. Het zal wel, ja. Dus op die manier ben ik erachter gekomen dat ik werken leuker vond dan ding. En een jaar later heb ik een trucje had ik door van, nou ja, ik weet gewoon hoe ik werk kan binnenhalen binnen automatiseringsland in de jaren 90 met de Cowboys. Mm-hmm. Dus ik ga gewoon mijn eigen tent beginnen. Maar dat was toen nog in de ICT dan? Ja,
Hoe ben je dan uiteindelijk nu, want als je het over NLP hebt in Nederland, en we gaan het zo inhoudelijk al even hebben over wat NLP dan is. Ja. Maar als je het over NLP hebt, dan kom je al heel snel jouw naam tegen. Hopelijk wel, ja. Want hoe ben je daar dan mee aangekomen? Grootste Nederlandse NLP-trainer ben. Door te automatiseren. Dus in de jaren 90, ik had dus gezien dat die klanten, die hadden allemaal enorme bakken met geld. Kon niet op. Die hadden allemaal één angst. En dat was dat ze genaaid werden met een uurtje factuurtje. Ja, dus al mijn concurrenten, we waren een klein bureau, maar ik concurreerde met redelijk grote partijen. Maar die zeiden allemaal van, ja, dat weten we niet. En die boden het allemaal super goedkoop aan. 20 uur werk, 100 schulden per uur. En dan bleek het in plaats van 20 uur, bleek het 18.000 uur te zijn. En dan moest je nog steeds afrekenen. Dat klinkt een beetje als die aanbestedingsprojecten vandaag de dag. Nou, ja, ik zit daar toevallig. Mijn grootste klant doet heel veel met aanbestedingen voor de bouwwereld. Ze doen hier de verbreden van de A9. Ja. Yeah. En aanbesteden hebben ze wel opgeknapt de afgelopen 10 jaar. Maar 10 jaar geleden was het nog wel zo. Ja. Toen kon meer werk heel makkelijk. Maar ja. Na 90 was het ook echt meer werk. Was gewoon de nummer 1 moneymaker in de automatiseringsland. En dat zal misschien nu nog steeds zijn, dat weet ik gewoon niet. Maar dat betekent dat als ik naar een klant ging en gewoon uitlichtte wat wij anders deden. En dat we alles fixed price aannamen. Dat we altijd duurder waren. Maar dat het gewoon echt letterlijk betekende dat ze gewoon geen cent extra betaalden achteraf. Ja, dat verkocht gewoon heel makkelijk in de jaren 90. En wij hadden het zo geconstrueerd dat we al onze kosten die we hadden aan personeel en onszelf, ons eigen leven, dat was gewoon 50% van het bedrag wat we vroegen. En dat moest meteen op het moment dat het contract getekend werd, moest dat meteen betaald worden. Dus wij waren gewoon echt op dag 1 waren uit de kosten. Heerlijk. En dan hadden we een contract staan dat we 25% kregen we opleveren. Maar dat stond nooit bij wat we moesten opleveren. Er stond van, als we iets opleveren, meteen 25%. Dat was de winst. En als mensen het ooit gingen accepteren, dan moet ik dan nog een keer 25% voor de acceptatie. Ja, we hebben wel eens gehad dat een klant zo gek was om het te accepteren. Nou, kregen we nog eens een keer, dat was de bonus. Ja, als je het over cowboys hebt in de jaren 90, ben ik een van die cowboys geweest. Heerlijk. Ja, maar dat werkte dus tot 2000. Tot 2000 hebben we in mijn hoofd, februari, maart of zo, die periode, hebben we nog een bod gehad op ons bedrijf. Toen wilde Conclusion Groep het kopen. Nou, die zijn ondertussen hartstikke groot geworden. Mm-hmm. Maar leuk. Heen en weer weten. Maar je zegt ons bedrijf, want hoe groot. Het was jouw bedrijf? Ja, ik was samen met een compagnon. Okay. We hadden 10 programmeurs. Dus dan, ik was verantwoordelijk voor het binnenhalen van projecten en projectmanagement. En Arjen, mijn compagnon, die was dan verantwoordelijk samen met 10 programmeurs om het te realiseren. En de Conclusion Groep wilde dat kopen, maar die wilde me vooral mij hebben. En volgens mij boden ze gewoon van, dit geven we je als je bij ons komt werken. Want ik moest dan, Bright Alley had is net overgenomen van de NOS. En ze wilden mij meteen daar als directeur neerzetten. Om dat te realiseren. Maar ik had net NLP ontdekt, dus ik wilde niet verder. Maar hoe komt ICT, nerd, niet helemaal, je was projectmanager. Of ja. Je haalde ze binnen. Ik was filosoof. Nou ja, ik heb... Op mijn 15e heb ik besloten om filosoof te worden. Dat kwam omdat ik een boek las. Stond in mijn moeder een boekenkast. Ja. En van Albert Camus. De mythe van Sisyphus. Dat ging over een man die moet die stenen omhoog rollen. En elke keer als die een vlak voor de top is, dan wordt die pootje gehaakt door de goden. Zodat die steen over hem heen dondert. Nee, dan moet hij opnieuw beginnen. En Camus ziet dat als beeld voor de mens. Dat elke keer doe je wat en dan mislukt dat. En dan ga je iets nieuws doen en dan mislukt ook. En zo gaat het verder. En Camus zegt, ja, zolang je naar boven aan het duwen bent van die steen, dat interesseert me geen ruk wat er dan in je omgaat. Want dan ben je gewoon hard aan het werk en zo. Dat gaat allemaal prima. Nee, ik vraag me af, waarom? Wat gaat er in je om als het moment dat je dan terugloopt? En je moet weer naar beneden die steen weer gaan halen. Mm-hmm. En Camus zegt, ja, dat, dan heb je al. Ja, Sisyphus is al dood. Dus die is de straf in het namaals. En zeg maar, mensen leven natuurlijk nog. En die vraagt zich af, waarom pleegt niet iedereen gewoon en masse zelfmoord? Wat is nou de reden dat je dat gewoon niet doodgaat? Of niet zelfmoord pleegt? Als je dat weer terugloopt op zoek naar die stenen en je weet, want dat gaat toch weer mislukken. Lekker positief. En dan komt hij. Ja, heel veel positief boek. En dan komt hij tot de conclusie. Het is wel positief in de zin dat hij komt tot de conclusie van, ja, kennelijk plegen heel weinig mensen zelfmoord. Ja. En kennelijk is het dus zo. En dan komt hij tot de conclusie, ja, de mens moet wel absurd zijn. Want als ze rationeel zouden zijn, zouden ze allemaal en masse zelfmoord plegen. En aangezien ze dat niet doen, ja, dus zijn mensen absurd. En dat vond ik. Ik had meteen door dat dat een heel andere boek was dan alle andere. Ik las heel veel in die tijd. Ik heb altijd veel gelezen, maar ik had meteen door. Dit is een totaal ander boek dan alle andere boeken die ik ooit gelezen had. Toen kwam mijn moeder: "Nou, mam, wat is dit voor boek?" Toen zei ze: "Nou, jongen, dat is nou filosofie." Toen zei ik: "Dan word ik filosoof." En daarna hebben alle volwassenen in mijn omgeving geprobeerd mij ervan af te houden, inclusief de militaire keuring. Niemand vond het een goed idee, behalve ik.
Maar op mijn 17e las ik een boek over magie. Dat leek me ook hartstikke mooi. Mm-hmm. Alleen filosoof worden met magie doen. En toen heb ik eigenlijk alle dingen van die spirituele zelfontwikkeling dingen uitgeprobeerd. Tarotkaarten lezen, astrologie. En ik vond het allemaal stom. Ik vond het allemaal, werkte allemaal voor geen meter. Allemaal mooie beloftes gemaakt, maar dat werd allemaal nooit waargemaakt. Maar ik heb alles gedaan, behalve één ding, NLP. Want ik had die Emiel Ratelband gezien, daar vond ik met mijn eikel. En dan had ik echt zoiets van, ik ga van alles uitproberen, behalve NLP. Dat slaat gewoon nergens op. Dat ga ik gewoon... Wat heel veel mensen zijn vergeten, is dat Emiel Ratelband eigenlijk NLP min of meer naar Nederland heeft gehaald. Althans, hij was bij Tony Robbins, geloof ik, in Amerika. En beste vrienden, volgens zijn zeggen. En vervolgens heeft hij het naar Nederland gehaald. Ja, hij heeft in ieder geval de term naar Nederland gehaald. Mm-hmm. Hij heeft er weer meer een Tony Robbins show van gemaakt. Ja. Dan, en die doet niet per se heel erg NLP-achtig. Ja, het code lopen en zo, dat soort dingen deed hij wel. Dus hij heeft het absoluut heel populair. Nergens ter wereld is NLP zo populair als in Nederland. Oké. Okay. Dus mijn eerste boek over NLP is uitgegeven in Amerika. En ik sprak op een seminar in Amerika. En toen kwam er een uitgever naar me toe en zei... Ja, ik hoorde dat je een boek had. Ik zei, ja, dat klopt. Dat wil ik uitgeven. Ik zei, dat klinkt geweldig. Dat wil ik wel ook wel een boek in Amerika uitgeven. Ja. En toen zei hij, oké, waar gaat het over? Toen zei ik, oké, dat is mooi dat je het wil uitgeven. Ja. Maar ik zal het uitleggen. Toen zei ik, het gaat over NLP. En toen zei hij, NLP, wat is dat dan? Toen zei ik, oké, het komt uit Amerika. Ik spreek op een seminar over, het ging uit mijn hoofd over marketing. Dus niet per se heel direct NLP, maar wel enigszins in de lijn. Mm-hmm. Hij heeft geen idee waar NLP over gaat. Terwijl in Nederland, dat is het redelijk bekend. Ja. Maar dat bleek dus dat, mede dankzij Emiel Ratelband, dus ik vind hem een eikel, maar ik ben hem wel dankbaar. Mm-hmm. Die heeft onder mede ook nog een aantal andere trainers, die zijn minder bekend geworden, maar die hebben wel, Emiel heeft niet echt, die heeft het de naam bekend gemaakt, maar er weinig aan gedaan om mensen daadwerkelijk tot NLP'er op te leiden. Die was gewoon blij als het commerciële plaatje gedaan. Ja, die deed nooit opleidingen volgens mij. Die deed vooral gewoon shows. En dan kon je naar de show. Net zoals dat je naar hypnoseshows kan. Ja. En dan kan je naar de Emiel Ratelband show. Maar die ging niet mensen opleiden en zo. Maar er zijn wel een aantal andere trainers van het eerste uur in Nederland. Die eigenlijk illegaal, gecorrumpeerd, verouderde versie gejat hadden uit Amerika. En dat vervolgens hier op hun eigen ideeën zijn gaan lesgeven. En vandaar dat in mijn visie 98% van de Nederlandse NLP-trainers... weinig tot niets met NLP te maken heeft. Alleen maar de term NLP gebruikt, omdat het gewoon commercieel heel gunstig is. Ja, dat maakt jou wat dat betreft wel populair onder NLP-trainers, geloof ik. Hè? Er zijn een aantal die mijn bloed kunnen drinken. Er zijn een aantal die lopen weg met mij. Er zijn een hoop die gewoon denken van ik wil gewoon niks met die man in te maken hebben. Want ik ben gewoon heel erg bang dat hij mij onderuit haalt. En dat ik dan blijk door de man te vallen, omdat ik gewoon geen idee heb waar het over gaat. Wat ik mensen aan het verkopen ben. Dus maar om dat brugje dan te slaan, waar gaat NLP dan eigenlijk over? Ja, NLP is dus NLP staat voor neurolinguistisch programmeren. Mm-hmm. We hebben in Nederland hebben we een opleiding neurolinguistiek aan de Radboud Universiteit. Ja. Die mensen helemaal overstuur, omdat die denken dat NLP'ers hun naam hebben gejat. Een gênant detail is dat zij ergens in de jaren 80 begonnen zijn. NLP uit de jaren 70 stamt. Dus dan hebben ze dat gedaan met vooruitziende blik. Ja. Die naam is gewoon puur verzonnen, per ongeluk. Wat er gebeurde in de jaren 70 was dat er een onderzoeksprogramma op de Santa Cruz Universiteit was over te ontdekken hoe kan het nou zijn dat er allemaal psychotherapeutische scholen gesticht zijn door mensen die lijkt wel wonderen bereiken met hun cliënten, maar alle studenten die ze opleiden, die kunnen vervolgens niks. En tot dat moment was het verhaal, die grote stichters van die psychotherapeutische scholen, die hebben een bepaalde gave, een bepaalde intuïtie. En als je die niet hebt, dan kan je wel leren wat ze doen, maar dat gaat dan niet werken. En toen op een gegeven moment hebben ze bedacht van dat is misschien erg onhandig. Misschien moeten we gaan uitzoeken waarom die grote therapeuten het wel kunnen en hun leerlingen dan maar niks van kunnen. En dat hebben ze gedaan en toen hebben ze ontdekt dat ze eigenlijk die grote therapeuten succesvol waren, ondanks hun psychotherapeutische ideeën. Ondanks? Dus, dus de Freudiaanse psychotherapie wordt gewoon nergens meer les ingegeven. Is ook uit de verzekeringen pakketten gegooid en zo. Het bestaat nog wel, maar het zijn allemaal mensen die zonder dekking van de overheid aan de slag zijn. Omdat het was mooi verkocht door Freud en zijn marketingneef. Hij heeft in Amerika, ik weet niet of je het verhaal kent, maar marketingneef. Freud is beroemd geworden omdat hij had een neef. Ik ben helaas nu zijn naam vergeten, maar het is een van de grote grondleggers van de marketing. Het is onder andere de man die vrouwen aan het roken heeft gekregen.
Okay. En hij heeft een hele beroemde naam, ik ben hem heel even kwijt. Maar die had door dat om die marketingverhalen van hem te verkopen, yeah, dat hij een soort onderbouwing moest hebben op wetenschappelijk niveau. Yeah. En toen wist hij van, mijn oma heeft psychotherapie verzonnen. En nu ga ik, en die heeft dus verhalen over hoe het onbewustzijn in elkaar zit. En nu ga ik zeggen, ik ga nu zeg maar aan die bedrijven verkopen dat ik dat van mijn oma allemaal geleerd heb. Dat was helemaal niet zo. En dat ik daarom begrijp hoe ik mensen kan bereiken met advertentiecampagnes. En dat ze me daarom moeten inhuren. En die heeft dus Freud heel erg gepusht als zijnde van, dit is het verklaringsmodel waarom wat ik doe werkt. En op die manier is zeg maar, wat je nu is marketing heel bekend, de reclamebureaus. Want het was natuurlijk in de jaren, ik denk dat dit is bespeeld in de jaren 40, 50 van de vorige eeuw. Toen werden er natuurlijk wel advertenties gezet, maar er werd niet over nagedacht. Hoe kan je mensen op sneaky manieren verleiden om dingen te doen die misschien niet altijd verstandig voor zijn. Marketing adverteren is natuurlijk enorm veel psychologie tegenwoordig in. Precies, ja. Ja. Maar dat is betere psychologie dan die van Freud. Want dat leek gewoon niks van te kloppen. Het is gewoon een leuk verzonnen verhaal, maar dat was uit een duim gezogen verhaal. Dus ja, inderdaad, die grote therapeuten die waren succesvol. Ja. Ondanks het feit dat ze allerlei psychotherapeutische bagage van Freud hadden. Maar ze bleken allemaal één ding hetzelfde te doen, dat is namelijk hypnose. Mm-hmm. Zij bleken allemaal een vorm van hypnose te gebruiken en daar goed in te zijn. Want wat bleek is dat wanneer je mensen hypnotiseert, dat je dan wel vrij makkelijk kan tegen ze zeggen, oké, hou op met die ellende en ga leuke dingen doen. Maar is dat hypnotiseren dan bewust of is dat gewoon de manier van doen? Wat je sommigen achteraf deden het bewust. Dus je hebt Milton Erickson, die heeft de hypnotherapie opgericht. Ja. Nou, die doet het natuurlijk bewust. De anderen deden het allemaal onbewust. Dat is echt gewoon een mooie manier van communiceren. Dus onbewust bekwaam. Ja. En dus NLP is op die manier ontstaan, omdat zij wilden eigenlijk hypnose gaan doen. En toen bleek dat ze geen hypnose mochten doen van de universiteit. Omdat dat mochten ze alleen psychiaters doen. Mm-hmm. En zij waren geen psychiater. En ze wilden graag psychotherapeuten uitleggen van, je gaat nou ook hypnose gebruiken. Dan krijg je gewoon veel meer resultaten bij je cliënten. En, maar die weigerden dat ook. Die vonden dat eng en gevaarlijk. En weigerden dat gewoon mee te doen. En toen hebben ze de term neurolinguistisch programmeren in een vrij dronken bui verzonnen. Omdat er gewoon een boek over neurologie gaf, over het brein. Over taal, linguistiek en over het programmeren van computers. En toen hebben ze gezegd neurolinguistisch programmeren. En toen wil iedereen opeens wel meedoen. Ja, ik las ergens ook volgens mij in je voorwoord van een van je boeken staat ook iets over, je moet het niet al te serieus nemen. Het waren stelletje hippies die het hebben verzonnen. Ja, nou ja, inderdaad, het is bedacht door hippies. Het is ook echt bedacht omdat ze gewoon dachten van, ja, we moeten ons eigen vakgebied creëren. Want als we elke keer op een vakgebied wat al bestaat dingen doen, dan is het altijd ergens weer een autoriteit die zegt wat wij willen doen helemaal niet kan. Maar hoe serieus is het dan in feite? Want het is niet wetenschappelijk. Het hangt er vanaf. Ja, er zijn dus nu met het NLP zelf, neurolinguistisch programmeren, is helemaal niet wetenschappelijk. Nee. Is geen wetenschappelijke theorie van. Overigens geef jij ondertussen ook les op de Vrije Universiteit. Ja, en sinds kort ook op de Erasmus Universiteit. Oké. Okay. Dus ik heb inderdaad sinds 2016 een samenwerkingsverband met de Vrije Universiteit. En een van de eerste dingen die we bedacht hebben om te doen is om een wetenschappelijke versie van NLP te maken. Dat is ABC-NLP geworden. En daar hoop ik september mijn grote ABC-NLP handboek af te schrijven. Het is nu, althans te publiceren. Ik ben nu op, ik hoop 98%. Ik vermoed 95% van het boek. Dus er moet nog wat geschreven. Het zit op 154.000 woorden. Dus dat is echt een mega boek. Maar er moet alles in staan. Een beetje boek heeft geloof ik 60.000 woorden of zo, hè? Nou, het hangt vanaf wat je een beetje boek vindt. Maar jij kent mijn Neurogram handboek. Dat is het boek wat ik al eerder... Ja, best een fors boek. Dat is een A4 dik boek. Ja. Dat is 120.000 woorden. Oké. Er zitten daar wel veel tekeningen in. Dus, dus ik heb waar voor je geld. Ja, nee, het is absoluut. Maar het belangrijkste is dat het ook de wetenschappelijke theorie van ABC en NLP niet weergeeft. Zodat ik dat kan inleveren bij de Vrije Universiteit. En dat zij kunnen beginnen met de volgende fase. Dat is namelijk daadwerkelijk gaan testen of wat ik beweer klopt. Dus de theorie is al goedgekeurd door de professor. Mm-hmm. Dus in 2016 hebben we besloten samen te werken. Okay. En het eerste wat er toen moest gebeuren was dat er een wetenschappelijke theorie kwam die het onderbouwde. Want anders mocht ik daar geen les in geven. Maar is dat wetenschappelijke theorie op basis van NLP of ABC? Want ik heb begrepen dat ABC komt bij Marius Giedijk. Ja, dat is de professor waar ik samen werk. De complimentenprofessor heet hij ook wel. Ja. En Marius is een geweldige kerel. En hij heeft ook mijn ogen geopend, want er zijn twee manieren op het brein leert. We zijn heel veel bezig met hoe kunnen we zorgen dat mensen snel nieuwe dingen leren. Mm-hmm. Als mensen problemen hebben, hoe kunnen ze snel die problemen afleren en gezond gedrag aanleren.
Als mensen geen problemen hebben, maar ze willen zichzelf ontwikkelen of beter worden in hun werk, dan hoe kunnen we ze nieuwe strategieën aanleren waardoor ze nog effectiever worden. Dus voor mij is leren gewoon super belangrijk. En er zijn twee manieren waarop het brein leert. Eén is associatief leren. Dat is eigenlijk Pavlov. Als je gewoon met twee zintuigen indrukken vaak genoeg tegelijkertijd of vlak na elkaar ziet, dan gaat het brein denken dat die bij elkaar horen. En dat is eigenlijk wat je met hypnose doet. En aangezien NLP alleen maar het geheim codewoord is om stiekem aan hypnose te doen, is dat ook wat je met NLP doet. En dus als mensen negatieve associaties hebben, bijvoorbeeld met een baas en zich slecht gaan voelen, als een baas in de buurt komt, bang worden, whatever, dan kunnen we met NLP, met hypnose en NLP, die associatie doorbreken en zorgen dat ze zich goed gaan voelen wanneer ze de baas zien. Nou, dat is al heel waardevol. Maar wat ik niet wist, is dat er ook nog een tweede manier van leren is. Dat heet instrumenteel leren. En daarbij wordt er een koppeling gemaakt in het brein tussen niet twee zintuigen indrukken, maar tussen je gedrag en wat het gedrag je oplevert. En wat blijkt, als jouw gedrag jou geeft wat je graag wil, krijgt wat je wil, omdat je iets doet, dan ga je het vaker doen. Dat klinkt super vanzelfsprekend. Okay, ik zie even een kind voor me wat zich gedraagt en vervolgens weet, oké, maar dan krijg ik een ijsje, bij wijze van. Ja, dan gaat dat gedrag nog een stuk meer doen. Dus als een kind leert, als ik heel erg ga zeiken en gillen en dreinen en op de grond liggen spartelen, krijg ik ijs en dan gaat het alleen maar meer doen. Okay. En andersom geldt dat als we straf krijgen of boete nadat we bepaald gedrag gedaan hebben, dat we de neiging krijgen om dat minder te gaan doen. Dus op die manier bouw je instrumenten op in plaats van associaties. En ons brein bestaat uit kennis en kunde. Nou, kennis is vormgegeven door associaties, kunde door instrumenten. En dat gebruiken we beide. Dus dat geeft ook een hele neurowetenschappelijke basis om te laten zien wat er in het brein gebeurt. Terwijl je NLP doet, of in dit geval ABC NLP. Mm-hmm. En dan gebruiken we ook die beide pijlers om het wetenschappelijk te onderbouwen. Dus we zeggen van nou, we willen beide gebruiken. Instrumenteel leren, daar kan je, is een methodiek die is al helemaal volledig wetenschappelijk. Die heet toegepaste gedragsanalyse. Dat komt voort uit het werk van Skinner uit de jaren 60, 70. En dat wordt nog steeds op de Vrije Universiteit gegeven door Marius Rietdijk, niet geheel toevallig. En dus dat is al een volledige wetenschap. Ja. En wat ik heb laten zien is dat je NLP kan je helemaal doen op een manier die 100% compatibel is. En zelfs helemaal op dezelfde protocolwijze gaat als toegepaste gedragsanalyse. Dus dat betekent dat we alles wat we met een NLP kunnen doen, daar een toegepaste gedragsanalyse schil omheen kunnen plakken. Zodat alles wat je doet op die manier gaat en dan ook meteen een gebruik kan maken van het wetenschappelijk kader van toegepaste gedragsanalyse. Betekent het dan dat ABC NLP wetenschappelijk wordt of dat NLP wetenschappelijk wordt? Nee, de NLP wordt nog steeds niet wetenschappelijk. Inderdaad, je hebt helemaal gelijk. ABC NLP, de nieuwe versie die we aan het maken zijn, dat is de wetenschappelijke versie. Dat als je dat niet doet, dan is er nog een tweede pad om het wetenschappelijk te maken. Dat is het pad van de hypnose. Die hypnose is ook helemaal wetenschappelijk onderbouwd. Alleen daar zit nog geen theorie bij. Dus dat is het nadeel. Er is wel een klein beetje theorievorming, maar het is voornamelijk dat we gewoon in de praktijk zien dat hypnose goed werkt. En dat is zo goed wetenschappelijk onderbouwd dat vandaag de dag alle ziekenhuizen, kinderziekenhuizen, ook daadwerkelijk hypnose inzetten om bij hun patiënten angst en pijn te bestrijden. Dus dat is algemeen nu erkend, hoewel niet iedereen bekend is met het feit dat het algemeen wetenschappelijk erkend is. En dus in principe zou je NLP kunnen onderbouwen door te zeggen, ja, maar wat we doen is eigenlijk alleen maar hypnose. Maar dan heb je nog steeds geen wetenschappelijke theorie. Nee. Om de eenvoudige reden dat hypnose is alleen maar een methodiek om mensen verder te helpen. Maar ook geen wetenschappelijke theorie. Dus dan zou je een wetenschappelijke theorie van hypnose moeten vinden, maar die is er niet. Dus niemand heeft nog daar een wetenschappelijke theorie voor. Ondanks het feit dat er natuurlijk uit de praktijk meer dan genoeg bewijs is. Ja. Gewoon empirisch bewijs dat het wel werkt. Ja. Maar ja, gelukkig is er bij toegepaste gedragsanalyse is die theorie er wel. Ja. En dus door ABC en NLP doen we er beide. Dan zeggen we, dus wat we doen is hypnose. En het framework wat we gebruiken om te begrijpen wat er gebeurt is toegepaste gedragsanalyse. En op die manier kunnen we probleemloos ABC en NLP doen op universiteiten. En is dus vanaf september als het gepubliceerd is. Dus de hele theorie is al door Marius Rietdijk bekeken. Ja. Is allemaal goedgekeurd. Het enige wat nog moet gebeuren is dat ik het op moet schrijven. Zodat het er een document is. En dat hoop ik dat ik september klaar is. En wat ik me dan afvraag. Want jij hebt
dat NLP geleerd van Richard Bandler. Ja. Bandler en Grindr waren degene die dat hebben samengesteld, NLP, zeg maar. Bedacht. Richard Bandler heeft het gemaakt. Maar ze hebben later een conflict gekregen. En toen hebben ze in de minnen gezetteld. Okay. Op de gang bij de rechter hebben ze een handjeklap gedaan. En toen heeft John Grindr geëist dat hij ook erkend werd als co-founder. Als tweede viool. Ja, en daarom noemen ze hem nu, daarom noemen ze zichzelf nu steeds co-founders. Maar als je kijkt naar de geschiedenis van NLP, was er zonder Richard Bandler geen NLP geweest. Mm-hmm. En zonder John Grindr was er wel NLP geweest. Maar dan had het veel langer geduurd voordat het populair geworden was, of groot bekend geworden was. Richard Bandler, toen hij het bedacht heeft, was nog steeds student. En hij heeft een andere professor dan John Grindr heeft hij overtuigd van hey, wat ik kan is echt super bijzonder en speciaal. Daarom mocht hij nog, voordat hij zelf überhaupt zijn doctoraal examen had gehaald, mocht hij al les gaan geven, in dit geval Fritz Perls gestalttherapie. En John Grindr is daar als associative professor aan toegevoegd om toezicht te houden. Vervolgens is Richard Bandler als gewoon zijn afstudeerscriptie is hij het allemaal gaan formuleren. Alleen lui als die is, heeft hij elke keer tegen John Grindr gezegd: hoe zou jij dit formuleren als je dit in een afstudeerscriptie moest schrijven? En John praat graag, dus die heeft het allemaal verteld. En Richard heeft het allemaal overgetikt, wat John zei. En, maar dat is uiteindelijk niet goedgekeurd door de universiteit. En die zei, ja, we zien dat het is gewoon om te veel John Grindr, ja. te weinig. Maar dan heb je het over... Het feitelijke werk heeft hij dus wel gedaan, Bandler. Welk feitelijk werk bedoel je dan? Het onderzoekwerk en dergelijke, dat heeft hij wel echt gedaan. Nee, dat is alle dingen die... Dus als je kijkt naar wat we vandaag de dag nog doen met NLP, als vanuitgaande dat je het op een goede, up-to-date manier doet, dan is dat eigenlijk allemaal het werk van Richard Bandler. En alle dingen die John Grindr toegevoegd heeft, taalanalyse, hij was professor in de taal en linguistiek. Dat is allemaal verdwenen omdat het allemaal onnodig ingewikkeld was en uiteindelijk achteraf overbodig bleek te zijn. Wat ik me dan afvraag, want straks zeg je van joh, dan is het eigenlijk wetenschappelijk, of heeft het wetenschappelijke basis. Ja, het is een wetenschappelijke theorie. NLP, en dan moet het alleen nog bewezen worden dat het ook werkt. Okay. En dus heeft men dan in het buitenland daar ook voordeel van? Ik bedoel, kan Bandler straks zeggen, joh, het is dus wetenschappelijk? Of? Richard Bandler heeft deze activiteiten goedgekeurd, maar niet van harte. Want hij is heel erg bang dat hij de autoriteit over NLP kwijtraakt, zodra universiteiten er mee gaan bemoeien. Maar het is absoluut de bedoeling dat zodra het gepubliceerd is, dat dan in dit geval zullen we beginnen met masterstudenten die een these moeten maken en die daar onderzoek voor moeten doen. Ja. Die hopen te inspireren om de claims die ik doe. En we hebben ook zelf al statistisch onderzoek gedaan, dus er zijn al data, wordt ook gepubliceerd in het boek. Dus dan wordt het een soort replicatieonderzoek moeten plaatsvinden om te kijken of dat inderdaad op die manier werkt. En dan hopen we dat daar dus eerst masterthesis over geschreven wordt. Als die masterthesis interessant genoeg zijn, dan hopen we daarna dat er een AJO geïnteresseerd genoeg is om dat te willen promoveren. En die gaat er dan wetenschappelijke publicaties over schrijven in het Engels. En ja, masterthesis zijn misschien ook al in het Engels. Maar pas als er dus een heel stel, en dan heb je het echt over tientallen, misschien honderden publicaties over plaatsgevonden hebben. Dan pas kan je stellen dat het wetenschappelijk onderbouwd is. Of wetenschappelijk bewezen dat het werkt. Ja. Tot die tijd is het een theorie, een these. Maar nog geen... Maar hoe hoor ik je dan eigenlijk zeggen dat hij bang is dat jij ermee wegloopt? Nou, niet dat ik ermee wegloop. Maar dat als er een conflict komt. Dat en hij zegt van echte NLP'ers gaan hier linksaf. Ja. En de universiteiten zeggen nee, echte NLP'ers gaan hier rechtsaf. Ja, ja. Dat mensen dan de universiteiten geloven en niet hem. Okay. En mijn reactie was, joh, om je luisteren, je hebt sowieso al te weinig autoriteit, want 98% van NLP-trainers luistert überhaupt te dwalen zonder naar jou te luisteren. Dus ik denk echt dat hij oprecht dat hij meer autoriteit gaat krijgen op het moment dat een universiteit het onderbouwt of bewijst dat het werkt. Ja. Hey, nou zitten we in de Hoe Onderneem ik podcast. Ja. Wat heb ik als ondernemer nou aan NLP? Of wat kan ik daaraan hebben? Nou ja, kijk, NLP is een manier om menselijk gedrag in kaart te brengen. Mm-hmm. NLP staat natuurlijk in Nederland bekend om allerlei verkeerde dingen. Dat het geitenwolle sokken zou zijn. Of dat het heel erg iets in je hoofd zou zijn. Ja, hypnose klinkt sowieso heel vaag natuurlijk. Zeker, ja. Maar feitelijk gezien wat je met NLP doet, is dat je gewoon menselijk gedrag in kaart brengt. Zodat je, als de mensen in de problemen zitten, begrijpt waarom ze in de problemen zitten. En kijken of je er iets aan kan doen. Maar ook vooral op het moment dat mensen ergens heel erg goed in zijn. Dat je dan kan ontdekken, hey, wat maakt hen nou zo goed in dat gedrag? En hoe kunnen we dat zelf eigen maken en kopiëren en doorgeven aan anderen? Nou, dat hebben we natuurlijk ook bij ondernemers gedaan.
Dus over het algemeen geldt dat het bijvoorbeeld ondernemen best wel stressvol beroep kan zijn. Want het is gewoon fucking veel stress als je personeel hebt. Ja, nu is een uitspraak, ik wens je veel personeel toe. Precies, ja. Maar ja, elke maand gaat het salaris eruit. En wij hadden in die tijd, en dat was nog de boom in jaren 90. Ik kan me niet voorstellen hoe je het nu moet doen met personeel. Snap je, dan hadden we gewoon één keer in de 9 maanden een hele grote opdracht. Dat hadden we meteen weer voor een jaar werk. Maar die 9 maanden dat je er op zoek was om zo'n opdracht binnen te halen, dat is gewoon echt heel veel stress. Altijd stress, ja. Dus tegenwoordig, ik ben mijn hele leven ondernemer geweest. Ik ben als student begonnen met ondernemer. Het eerste bedrijf was een super succes, totdat de politie zei dat dat helemaal niet mocht. Wat heb je gedaan dan? De politie zei, het mag wel, maar als je ermee doorgaat, gaan we je pakken. Oké, en dat was? Nou, ik had een film gezien, ken je misschien, hoe heet die film? Kotja. Een oude jaren 90 film. Ja. En daar was een film, hadden ze op een studentencampus. Dan kon je met elkaar schieten met pistooltjes. Ja, ja. Dat soort spel en dan kon je dit doen. En ik zat heel erg in die spelletjeswereld. Ja. Dus ik heb een spel gemaakt, ik weet niet hoe het heette. Het heette Killer, om een subtiele naam te doen. En er werd gespeeld op alle campussen van Nederland. Ja. Iets van 150 studenten die meededen. En die kregen een klapperpistooltje. En dan, die moest dan op zoek gaan naar een andere student die ook meespeelde. En dat je dan als eerste schoot, dan was die dood. En dan moest hij zijn spullen bij zich hadden. Iedereen kreeg kaartjes waarop stond hoeveel drugs. Je kreeg geld als je meedeed. En dan moest je dan drugs verkopen. Het was gewoon een kaartje die zei, je hebt zoveel drugs. En dus als je heel veel geld had, kon je veel drugs kopen. En dan moest je dan een maand weer rondlopen. En als je dat een maand later weer bij mij inleverde, dan kreeg je maal 10 dat uitbetaald. Maar als je dus neergeschoten werd, dan konden ze al die drugs van je roven. En dan kon je het van andere mensen afpakken. En dan kwam één keer per week een krantje uit met de top 10 topspelers en geruchten waar die dan zouden zitten en zo. En ik was degene die alles wist wie iedereen was. Dus je kon mij omkopen, maar dat was gewoon het papieren geld, voor de duidelijkheid. Dat kon je dan doen en dan kon ik vertellen waar je zaten. En iedereen vond het geweldig. Het enige punt was dat het uit de hand begon te lopen. Dus de nummer 1 speler, de nummer 1 killer, die zat in Utrecht. Ik zal eerst een ander verhaal vertellen. In Zwolle hebben we een hit gehad op een stelletje. Ja. En dan kan ik aan het niveau wat er gedaan werd. Dus de meeste mensen hadden vrij realistische klapperpistolen uit België laten komen. Dat zag wel echt uit. Dus er werd aangebeld bij het stel. Ze hadden achterhaald waar ze woonden. Die man, die lagen beide in bed, was zondagochtend. En ze zaten tv te kijken in bed. En hij had even iets aangetrokken, een badjas en zo, was naar de voordeur gegaan. Dus zodra hij opende, deed meteen bam, 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 jij bent dood. En toen zijn ze met z'n tweeën volgens mij het huis ingelopen op zoek naar haar, want ze wist dat ze ook meedeed. Yeah. En zij lag naakt in bed. En er kwamen dus twee gewapende mannen met van die bivakmutsen op. En zij met die pistolen. Zij trok echt nog ook het kleed zo van nee, ah, en bam, 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 jij bent ook dood. Op dat moment kwam er een auto voorrijden. Zijn ze gewoon meteen echt in de auto, een vluchtauto gestopt en weggereden. Dus dat een slechte film. Ja, nou ja, zij deden dat allemaal echt. En nogmaals, ik organiseerde niks. Hè? Nee, ik zag alleen maar de gegevens door. En ik vond dan later wat er gebeurd was. Zodat we dan in het krantje konden schrijven. Bloederige aanslag in Zwolle. Dat was in Zwolle gebeurd. En, dus maar op een gegeven moment, dus de nummer 1 man in Utrecht. Ik had ook in Utrecht, ik studeerde daar natuurlijk nog. En die zat bovenin, in een soort studentenkamer, maar hoog. En op een gegeven moment ging ze daar nog een hele dag voor posten. Want als je de nummer 1 doodschoot, kreeg je heel veel punten. En dan kwam je ook om die dag. Dus hij vond het schitterend. Hij kon het huis niet uit om te kijken van het raampjes en zo. Maar wat bleek is dat de buren worden heel onaangenaam als er iemand in de auto zit en de hele dag een krant zit te lezen. Ja. Dus op een gegeven moment gingen ze een shootout doen op Hoogkaterijnen. Vonden de spelers prachtig. Maar realistische pistolen uit België. Ja, daar word je niet gelukkig van. Dingetje uitkwam. Dus het winkelend publiek rende alle kanten op. Op een gegeven moment hebben ze ook nog bij die nummer 1 speler geprobeerd door in te breken door langs regenpijpen omhoog te klimmen zijn huis in. Opnieuw, hij vond het geweldig. De buren dachten echt van mijn god, wat gebeurt hier? Het is hier, ja. En uiteindelijk is dat uitgemond in een achtervolgingsscène echt met auto's op de snelweg waarbij er een auto gecrashed is. Gelukkig geen persoonlijke ongelukken. Maar dat was het moment dat de politie contact met mij opnam en zei van, hou er maar mee op. Want we gaan je aansprakelijk stellen voor alles wat er gebeurt. Het levert wel een goed verhaal op, maar ik kan me niets meer voorstellen dan. Ja. Maar dat was mijn, als student, mijn studentenonderneming. En, we hebben de Volkskrant gehaald. De Volkskrant had een artikel over geschreven. Wat in Sarajevo dagelijkse werkelijkheid was, is in Nederland een spel. Dat was de kop. Heerlijk. Ja. Dus in die tijd dat je die burgeroorlog in Sarajevo
waar een hoop mensen neergeschoten werden. En ondertussen, want jij bent trainer, dus je bent sowieso zelfstandig ondernemer volgens mij. Nee, dus ik ben daarna heb ik dus 1 jaar geen ondernemer geweest. Ja. Het ene jaar van Pinkelkade. En daarna, ik ben gewoon psychologisch ongeschikt om een als arbeider te werken. Maar, en je bent auteur. Want ik zag, ik googelde je en toen kwam weer bol.com. Waarbij je natuurlijk ook gewoon bij die plaatselijke boekhandel het waarschijnlijk kan halen. Maar ja. meer dan 36 titels, geloof ik. Ja, dat is goed mogelijk. Maar het zijn 20 boeken. Dat zijn ook nog deze en DVD's bij die ik ooit gepubliceerd heb. Maar ik ben nu met dus het ABC NLP handboek. Dat wordt het 21ste boek. Goed bezig. Ja. Dat ook daar geldt weer dat ik als student... Heb ik al een keer geprobeerd om een boek te schrijven, een fictieboek, mislukt te voorkomen. Ik ben ook bang dat het, hoewel ik nog een paar floppy disks heb waarbij mijn werk uit de jaren 90 op staat, maar ik ben bang dat die vergaan zijn. En ik heb ook geen floppy disk drive meer, maar daar zou het misschien nog op kunnen staan, wie weet. Maar, maar dat is mislukt. Maar ja, als filosoof leer je wel schrijven. En toen ik in 2000 dus erachter kwam dat de formule niet meer werkte van mijn automatiseringsbureau. Dus tot die tijd hadden we altijd offertetrajecten waar ik de duurste was, maar fixed price. En dan kregen we die gewoon, omdat gewoon klanten gewoon niet de ellende wilden hebben van uurtje, factuurtje en dan meer werk. Maar vanaf 2000, de dotcom-crisis, toen heb ik ook nog gezegd van nou ja, die 2 ton die jullie voor het bedrijf bonden, dat was dan 2 ton euro. Misschien toch interessant, dan maar een paar jaar bij Bright Alley aan de slag. En toen zei ze, nee, nu hoeven we niet meer, want het is nu een crisis, nu kunnen we niet meer. Geen zin meer. Nee. Dus toen kwam ik erachter dat toen mensen eindelijk weer op geld gingen letten, dat die formule niet meer werkte. Dus toen was ik ondertussen al wel enthousiast geworden over NLP. En toen heb ik gecheckt van is er een NLP-trainer die gewoon heel goed in verkopen is? Nou, dat bleek Richard Bandler te zijn, die hippie die het allemaal verzonnen heeft. Mm-hmm. Kijk, leeft die man nog? Ja, leeft nog. Geeft hij dan ook verkooptrainingen? Deed hij ook. Dus toen ben ik op Bonnevoy naar Amerika gegaan en toen super enthousiast over geworden. En toen ter plekke binnen 5 minuten bedacht, ik ga op met computers programmeren, ik ga mensen programmeren. Dat leek me gewoon veel beter. En dat vind ik nog steeds geweldig. Dus dat ook vandaag weer heb ik 2 mensen gecoacht. Mm-hmm. Eentje was de eerste sessie, dus nou, dan moeten we afwachten of dat goed uitpakt. Ja. En de tweede was de laatste sessie. Nou, dat was een jonge vrouw en die had haar hart was gebroken en die moest over die relatie heen komen. En we zijn nu 1,5 maand bezig en zijn nu verliefd op een nieuwe jongen. Dus het klinkt alsof het probleem opgelost is. Hey, je zegt de eerste sessie was met iemand de eerste keer wachten wat het gaat doen. Ja. Dat is van tevoren niet helemaal duidelijk. Nou, kijk, de meeste week werk ik bij al mijn 1-op-1 coaching werken op basis van no cure no pay. Dat is eigenlijk hetzelfde als uit mijn automatiseringstijd. Dat heb ik gewoon ingehouden. Okay. Dat zijn ook van de lessen. Dus de oorspronkelijke vraag was, wat heb je als ondernemer eraan? Dus, je kan natuurlijk gewoon goed leren omgaan met stress. Zodat je gewoon ontspannen, relaxed ondernemer bent, zoals ik. Maar je kan ook allerlei strategieën, dus allerlei sales, marketing, branding strategieën, hebben NLP'ers gewoon uitgezocht wat de beste manier is om dingen voor elkaar te krijgen. Mm-hmm. Ik was bezig. Met de vraag is wat hebben ondernemers gedaan? Ja, of wel of niet goed gaat. Of die coaching, waar je dat van tevoren niet weet. Dus omdat ik weet dat op basis van no cure no pay werken, gewoon veel beter werkt. Dat is gewoon de nummer 1 manier om sales te doen, is om de klant een product of een dienst te presenteren. Maar vervolgens die product of dienst zo gunstig aan te bieden, dat het heel erg moeilijk voor de klant is om te weigeren. Zoals in de Godfather zeggen, I make you a deal you cannot refuse. Een no-brainer. Ja. Dus als je dat op basis van no cure no pay doet, dat is gewoon een hele goede manier. Ja. Dus ik weet dat 9 van de 10 klanten van mij die ik 1-op-1 coach, op het eind van de training of het eind van de coaching zo blij zijn, dat ze met plezier mijn gepeperde rekeningen betalen. Maar 1 op de 10 niet. En dan zou ik maar dan zie ik zelf ook wel dat het niet goed gaat. En dat zou ik mijn oog aan mijn kop schamen als ik een rekening zou sturen. Dus dat betekent dat als ik aan een nieuwe coaching sessie begin, dat ik echt oprecht denk van er is 90% kans dat het gaat lukken en 10% kans dat het niet gaat lukken. Het gaat 1001 dingen fout met NLP. Dat als wat verkocht wordt als NLP. Mm-hmm. Een van die dingen is dat de mensen zeggen, je moet erin geloven. Of je moet er helemaal overtuigd van zijn. Nou, dat is gewoon een hele slechte strategie. Want als je ergens helemaal gelooft of helemaal overtuigd van bent, dan heb je geen oog meer voor signalen dat het anders is dan jij denkt of gelooft.
Dus dat is heel onverstandig. Het is veel beter. Wat mensen proberen te doen is dat ze snappen van oké, als ik er helemaal overtuigd ben, mm-hmm. dan gaat mijn brein op een bepaalde manier werken. En dan werkt mijn brein optimaal. En dan kom je meer kans in de flow, zeg maar, ervoor. Je kan het flow noemen of whatever. Maar dus voor die mensen is dat een methode om ergens om iets te bereiken. Maar het is een hele onhandige methode. En je kan het dus, dat is het voordeel wanneer je met goede NLP'ers zoals ik aan de slag ga. Dan kom je erachter dat het eigenlijk helemaal niet gaat om ergens heel erg overtuigd van te zijn. Maar het gaat om dat je een bepaald soort beelden in je hoofd haalt. Een bepaald soort gevoelens aanzet. En een bepaald soort gedachten creëert. En die blijkt je ook prima te kunnen genereren, al die gevoelens, gedachten en beelden. Zonder dat je moet doen alsof je helemaal overtuigd bent. Dus ik vind het geen enkel probleem. Maar dat zeg ik ook altijd. We gaan aan de slag. En als, ik ben al heel erg goed met taal. Omdat het neurolinguistisch gedeelte. Dus ik formuleer het op wel op zo'n manier. Dat ik eerlijk zeg hoe de situatie in elkaar zit. En tegelijkertijd anticipeer dat het brein van de ander, het onbewustzijn van de ander, dat op een manier interpreteert die heel gunstig voor mij is. Ja. Dus ik heb sterk de neiging om bij verkoopgesprekken te zeggen, joh, ja, we gaan aan de slag. En dan doen we het op basis van no cure, no pay. Want ik kan niet van tevoren garanderen dat het werkt. Mensen, hun brein verwerkt het woordje niet heel lastig. Dus als je dan zegt dat je niet kan garanderen dat het van tevoren werkt, ja, dan horen mensen toch dat ze denken van, oké, het is nog gegarandeerd ook. Zonder dat je het gezegd hebt. Ik vind het belangrijk dat ik extreem eerlijk ben. Maar ik vind het ook handig dat ik extreem goed kan formuleren. Ja, wat dat betreft, ik heb een aantal dagen meegemaakt met jou. Het is entertaining. Gelukkig, ja, dat is wel de bedoeling. Dus wat dat betreft in ieder geval super. Super leerzaam. Hopelijk, en wat dat betreft, de verhalen die erin zitten, die maken het ook aangenaam. Maar ondertussen krijg je natuurlijk enorm veel kennis binnen. Kennis en kunde hopelijk. Ja. Hopelijk dan leer je je eigen breinprocessen beter begrijpen, maar ook beter beheersen. Heb je een aantal dingen waarvan je zegt, een soort quick fix voor een ondernemer die luistert en die denkt, heb je een handigheidje die ik morgen gelijk kan toepassen? Bijvoorbeeld met mijn medewerker, je had het net even over ABCD, of ABC natuurlijk. Ja, waar te beginnen? Dat geldt ook voor stress. Dat als je strest, dan heb je een naar gevoel. Mensen denken dat dat nare gevoel erbij hoort, maar er is geen sprake van. Je kan je ook goed voelen. Het brein bestaat uit verschillende delen. Het gedeelte wat voelt is een heel ander deel van je brein dan het deel wat bezig is met de dagelijkse beslommeringen. Het enige wat er gebeurt is dat de dagelijkse beslommeringen, als daar allemaal spanning, of als er allemaal situaties zijn of problemen of issues, is dat dat deel geeft dan door aan het deel van het wat voelt. Van ga je even slecht voelen, zodat in dit geval de ondernemer door heeft dat er iets aan de hand is. Maar ja, dat weet hij natuurlijk al lang. Dus ook helemaal niet slecht te voelen. Dus je kan gewoon alleen dat al, het idee van je mag je ook goed voelen, ook al zit je midden in de ellende. Dat is voor mij een enorme eye-opener geweest. Dat klinkt voor mij als gewoon mindset. Ja, toevallig had ik degene die ik coach ook over mindset. Het probleem met mindset is dat ik denk dat mensen te lui maakt. Snap je, dan hebben ze het idee, ik moet gewoon mijn mind even instellen, met een bepaalde instelling. Mm-hmm. Ik zet mijn mind. En als ik die instelling helemaal heb, dan hoef ik verder niks te doen. Maar een van de belangrijke dingen die hoe we ook het wetenschappelijk onderbouwen van het werk wat we doen, is dat we zeggen, de toegepaste gedragsanalyse, dat ABC-model, dat gaat heel veel over extern gedrag. Gedrag wat waarneembaar is. Je wil nog wel een quick fix. Als de ondernemer personeel heeft, god woede het, maar stel dat hij het heeft. Sommigen zijn ze gek, hè? Ja, je wil uiteindelijk toch het beste uit het personeel halen. Bovendien is de kans groot dat je personeel gewoon mag, zeker als het kleine ondernemingen zijn. En niet dat ze bij grote ondernemingen, niet dat ze niet mogen. Ze staan er verder vanaf. Die kennen ze niet, dus dan zit er geen persoonlijke relatie bij. Dus in principe wil je het werk zo leuk mogelijk maken. Mm-hmm. En tegelijkertijd zorgen dat de medewerker zoveel mogelijk uit zijn vingers aan krijgt. Het ABC-model is dan heel erg overduidelijk. De A staat voor antecedenten, dat is alles wat vooraf gaat. Mm-hmm. B staat voor gedrag, het Engelse behavior. En C staat voor consequenties, dat is alles wat gebeurt nadat het gedrag plaatsgevonden heeft. Bijna iedereen denkt in termen van antecedenten. Dus de ondernemer zal continu bezig zijn zijn personeel te stimuleren, motiveren, door van tevoren verhalen te gaan vertellen. Jongens, kom op. We moeten nog zoveel productie leveren. We moeten nog, ik heb toevallig net training gegeven bij een autobedrijf, die bus moet nog af volgende week. Dus aan de slag. Maar dat doen ze van tevoren. En we weten, dus meer dan 60.000 dierproeven die er onderzocht zijn, die laten het overduidelijk zien dat ons brein amper reageert op wat je van tevoren doet. Die antecedenten hebben wel enige impact, maar extreem weinig impact. Terwijl de consequenties, die zorgen ervoor dat je gedrag gaat doen. Dus wil je als ondernemer gewoon beter omgaan met je personeel, hele makkelijke optie, gewoon kijken wanneer ze doen wat jij wil dat ze doen,
en gaan ze daarna belonen. En belonen denken ondernemers maar ze krijgen toch al salaris, moet ik dan nog meer geld geven? Nou, dat kan. Er zijn hele slechte bedrijven, die lopen rond met flappen. Ik heb toevallig bij Radar, ik kijk bijna nooit tv, maar daar zag ik net een marketingbureau voorbij. Of nooit, is dat ja, een callcenter, ik zag het van de week. Een callcenter waar ze daadwerkelijk met flappen rondlopen om mensen uit te delen. Dus een beetje een Wolf of Wall Street idee. Ja, ik had helemaal gekopieerd. Ik martel altijd telemarketeers die mij bellen, omdat ik dan mijn hypnotische taalpatroon op ze kan proberen. Dus Marie-José, mijn partner, is altijd heel boos als ik het doe. Maar nu nadat ze dit gezien heeft, dan denkt ze, oké, toch wel goed dat je ze martelt, jongens. Maar dat kan ook een hele goedkope manier. De meeste mensen vinden het heel erg fijn om een compliment te krijgen. Dus wanneer je gewoon gericht complimenten geeft, dan op het moment dat mensen gedrag vertonen, wat je denkt als ondernemer wil, en je koppelt het compliment aan het gedrag, dan is de kans groot dat ze dat meer gaan doen. En dat dan echt de producties enorm kunnen toenemen. Werkt belonen dan beter als straffen? Ja, veel beter. De straffen werkt ook goed, maar dan stoppen mensen gedrag te doen. Dus als mensen ongewenst gedrag doen en je gaat straffen, dan houden ze mee op. Dat kan heel hartstikke gunstig zijn. Het enige nadeel is dat heel vaak als je mensen gaat straffen, is dat er dan ander ongewenst gedrag voor in de plaats komt. Dan worden mensen namelijk ook boos. Dus dan houden ze op met het ongewenste gedrag, maar dan gaat een nieuw ongewenst gedrag doen. Dus dat gaat lastig. Mm-hmm. Er is één manier om mensen te straffen. De meeste mensen willen graag aandacht van je. Die willen graag dat je connectie met ze maakt. Mm-hmm. Dat je om ze geeft. En dat kan je weghalen. En dat is vaak, dat werkt als een boete. Dat is een soort technisch verschil tussen een straf en een boete. Als je iets weghaalt bij iemand, is het niet een boete. Dus mensen negeren als ze iets stoms doen, of als ongewenst gedrag vertonen. Dat werkt als een boete. En vanuitgaande dat zij wel om die aandacht, die wel graag die aandacht willen. Ja. Er is namelijk, we hebben het nog niet over gehad, maar alle mensen hebben een eigen brein. Net zoals een lichaamstype kan hebben, hebben breinen ook breintypes. En er is toevallig één breintype wat graag genegeerd wordt. Dus voor hem werkt het als beloning. Dus dat moet je wel even weten. Oké, en dat is welk breintype? Voor de mensen die die breintypes kennen, dat is type 5, de analist. Okay. Die wil gewoon met rust gelaten worden en genegeerd. En als je dat dus weet, dan werkt negeren niet. Maar voor de meeste mensen werken complimenten. We hebben trajecten gedaan waar je echt enorm toename van het gedrag zit. Bijvoorbeeld bij het UMC in Utrecht hebben we een traject begeleid. Daar was een groep IT'ers en die moesten to-do-lijstjes invullen. En dat deden ze voor 50%. En 50% van de dingen die moesten wel gedaan worden, werd nooit ingevuld en dan bleef het liggen. Dus we hebben een heel traject gedaan om te kijken of het dan 100% kon doen. We hadden een heel plan gemaakt, langzaam groeien van 50 naar 55, dan 3 maanden naar 100% werken. En daarna met die mensen dat werk overlegd. Nou, die vonden het allemaal onzin. Die zeiden, ja, het is gewoon ons werk. Hoezo? We hebben geen extra beloning. Ik zei, hoe kunnen we dan toch het voor elkaar krijgen? Nou, uiteindelijk bleek is dat zij hadden elke maandagochtend een uur met de manager om het de week door te spreken. Mm-hmm. Het schijnt heel populair te zijn. Een soort startding. Kick-off ding. Ja. Ja, dat is allemaal niet ITIL, maar wat is het? In ieder geval van die moderne management dingen. Ja, oké. Agile werken, smart werken. Zoiets, ja. En dat vonden ze helemaal niks. Ja? Dat doen we alleen maar voor de manager. Dus ze hebben dat uur hebben ze gekaapt. En toen zeiden ze, als we nou gewoon die to-do-lijstjes in dat uur mogen invullen. Wij vinden het namelijk heel bezwaarlijk om die to-do-lijst in te vullen. Voor onszelf vinden we geen probleem. Mm-hmm. Maar soms moet ik iets invullen voor een collega. En dat kan iets kleins zijn. Ze deden bijzonder werk, want ze werkte voor de afdeling genetica van het UMC Utrecht. En die hadden als enige Linux-machines, omdat die moesten allerlei simulaties over hoe genetisch materiaal op elkaar reageert, moesten ze draaien. En die hebben volgens mij zo'n 12 of 15 IT'ers die dat ondersteunen. Maar ze kunnen letterlijk de opdracht krijgen, mijn muis is kapot, ik moet een nieuwe muis. Tot aan, programmeer voor mij een nieuwe simulatie om deze genetische dingen goed te kunnen uitzoeken. Aardig breed. Ja. Maar dat betekent dat ze dus een eigen taak hadden. En soms moesten ze dan op die to-do-lijst een taak aan een ander geven. Dat vonden ze heel bezwaarlijk. Dus voor hun was dat een straf om dat op een bordje van een ander te dumpen. Dus dat is ook precies de reden waarom ze dus heel weinig van dat gedrag deden. Omdat ze gewoon dat ervaarden als naar strafgedrag. Of als straf op het gedrag zouden volgen. Ja, en dan houden mensen mee op. Dat is de reden waarom het maar 50% was. Ja. En dat verloren uur, dat vonden ze ook een soort straf. Dus door het weghalen van die straf, en daar konden ze dan met elkaar overleggen en zeggen, dit moet nog gedaan worden, wie wil dat doen? Konden ze die hele lijst invullen op een manier die zij prettig vonden, kregen ze wat ze wilden, namelijk gewoon collegialiteit en geen last van de manager. En toen zijn ze van 50% binnen 1 week naar 100% gegaan. Ja, dus dat was gewoon nu het gewoon georganiseerd is op een manier die het ABC-model liet zien dat het voor hen het meest gunstig was, toen ging ze het ook gewoon meteen doen.
En ik deed het voor de universiteit tegelijkertijd meten hoe het ging. Dus ik kwam bij de professor en ik zeg, joh, we hadden 3 maanden traject, maar ja, het is één week, is het klaar. Wat nu? Ze zei, nou, blijf dan maar meten of het daadwerkelijk op 100% blijft. Nou, dat hebben we al die maanden gemeten en dat is altijd op 100% gebleven. Klinkt goed. Ja, nee, dus het ABC-model is echt geniaal. Het enige probleem is dat als mensen gewoon te slecht in onderwezen zijn en het gewoon te simpel begrijpen, dat ze dan fouten gaan maken. Bijvoorbeeld gaan invullen voor een ander wat ze denken dat die ander wel leuk vindt. Ja, ik wil zeggen, want in de basis klinkt het heel simpel. Het is heel simpel. Je denkt veel, dat doe ik waarschijnlijk al. Dat ook zeker, dus als succesvolle ondernemers zullen dat ongetwijfeld doen. Mm-hmm. Alleen doen ze dat vaak onbewust. Dus dan kan het geoptimaliseerd worden wanneer je er bewust over nadenkt. Bovendien hebben ze ongetwijfeld blinde vlekken waarbij ze hetzelfde trucje wat misschien goed werkt binnen sales niet toepassen op hun eigen personeel. Ja. Of bij een personeel het wel doen, maar dan weer niet bij sales. Dus dat werkt echt goed om dat in de vingers te krijgen. Mm-hmm. Maar er zitten wel echt een aantal valkuilen. Bijvoorbeeld dat doorhebben van die breintypes. Ja. Dat is een slimme ding. Ook de manier waarop je beloont, bijvoorbeeld om die complimenten te geven. Niks is zo irritant. En onderzoek laat ook zien dat dat heel slecht uitpakt. Als je zo'n popiopie manager hebt die de hele dag rondloopt door de zaak. Hey Clemens, toffe gozer, je doet het goed jongen, je doet het goed. Terwijl jij denkt, jongen, je loopt net binnen, je hebt geen idee wat ik aan het doen ben. En als ik nu bezig was alle waardevolle spullen in het bureau aan het verkopen en mijn zakken aan het vullen, dan had je ook geroepen dat ik goed was. Ja. Dus met zoiets simpels als complimenten geven. Waar iedereen denkt, oh natuurlijk, ja, ik geef te weinig complimenten. Heel veel managers realiseren zich, ondernemers ook. Mm-hmm. Die realiseren zich dat ze gewoon te weinig complimenten geven. Dan denk je, oh ik moet meer complimenten geven. Maar als je dat gewoon op een onhandige manier doet. Dus. Het moet oprecht overkomen. Toen ik in 2016, toen kwam ik dus Marius Riedijk tegen, die professor. Yeah. Die legde mij het ABC-model uit, legde uit hoe belangrijk complimenten waren. Mm-hmm. En die zei, ja Joost, dus jij moet gewoon meer oprechte complimenten geven. Ik zeg, Marius, ik kan 2 dingen doen. Ik kan oprecht zijn, of ik kan complimenten geven. Maar een combinatie is niet mogelijk. Dat is voor mij heel moeilijk. Maar ik heb ontdekt dat zolang de ander maar het oprecht overkomt, dat goed genoeg is. Ja, oké. Maar wat veel belangrijker is dat het daadwerkelijk gekoppeld is aan waargenomen gedrag. Dus dat zijn van die kleine dingetjes. Maar moet je dat dan ook benoemen, zeg maar? Precies, dan moet je ook echt zeggen van, hey Clemens, ik zie je nu gewoon een hele goede podcast opnemen. Super tof gedaan, jongen. Want dan weet je brein van, hey, ik krijg nu iets wat ik wil, een compliment. Maar het wordt ook gekoppeld aan precies het gedrag wat me dat compliment opgeleverd heeft. Dus ik ga binnenkort nog veel meer podcast opnemen. Okay. Dus er zijn van dat soort dingen die ervoor zorgen dat het, ondanks het feit dat het allemaal super eenvoudig is en simpel is, alles wat ik onderwijs, behalve die breintypes, dat is iets meer complexer. Maar de rest is allemaal echt super eenvoudig. Ik ben ooit als master trainer door Richard Bandler gecertificeerd. En toen kwam er iemand naar me toe en zei, ja, nou Joost, dan ben je een soort hoogleraar op NLP-gebied. Toen zei ik, ja, dat klopt, maar wel op VMBO-niveau. Want het is gewoon allemaal super eenvoudig wat ik doe. Behalve breintypes, dat is ietsje ingewikkelder. Ja. Maar niet heel veel ingewikkelder, maar dat is iets ingewikkelder. Maar het gaat wel om het heel secuur toe te passen. Mm-hmm. Dus wat ik gewoon heel veel zie in allerlei takken van sport, is dat er heel vaak een soort grote groep is die zich heel middelmatig gedraagt, maar dan wel de neiging krijgt om een soort piketpaaltjes te slaan en dan een soort norm te stellen, waardoor die norm of die middelmatigheid van hun tot norm wordt verheven. Ja. En ik ben wel heel erg van het heel goed doorgronden, goed eigen maken, maar heel secuur werken. En je ergens in vastbijten en het in detail op een goede manier neerzetten. En op de goede manier neerzetten, want NLP is in beweging. Blijft in beweging. Hopelijk, ja. De goede NLP wel. Ik weet niet of het straks nog steeds, als het wetenschappelijk is, nog steeds in beweging is. Maar kan jij kort aangeven waar de afgelopen jaren dan met name die beweging in zit? Nou ja, er zit helaas heel weinig beweging in. Dus de NLP draait om leren. Ja. Het draait om feedback loops. Hoe je aan de hand van een feedback loop kan zorgen van, hey, het gaat goed, nou mooi, dan heb je geen loop. Maar als dingen niet gaan zoals je wil, dat je dan feedback loops gebruikt om jezelf te verbeteren. En je zou denken dat als zoveel NLP-trainers dat onderwijzen, dat ze dat ook op zichzelf toepassen. Ja, maar daar is helaas geen sprake van. Met loodgieten waar het thuis lekt, zoiets. Ja. Dat is absoluut waar. De automatiseerder is degene met de slechtste software. Dat heb ik zelf meegemaakt. Aan alle kanten waar ik mijn automatisering zie. Op een of andere manier past dat heel slecht op zichzelf toe. Mm-hmm. En dus het zou zo moeten zijn dat NLP inderdaad continu zich vernieuwt.
Ja. Waarom? Nou, het is een methode om menselijk gedrag in kaart te brengen. Zodra we iemand tegenkomen die iets doet wat op een betere manier dan wij zelf doen, dan moet je dat meteen copy-pasten en dan zorgen dat je NLP aanpast om te zorgen dat je die nieuwe manier er integreert. Dus in die manier zou je een continue verbeteringsslag moeten krijgen, ook van NLP zelf. Helaas is het zo dat 80% van de NLP-trainers dus een gecorrumpeerde, verouderde, verwrongen versie uit de jaren 80 les ingeeft, die ze zelf heel slecht begrijpen. En als een soort onbegrepen dogma's doorgeven aan andere mensen. En het idee dat ze het fout doen en dat ze daarvan dat ze zichzelf kunnen verbeteren en kunnen leren door te ontdekken hoe het dan wel moet. Dat is echt wereldvreemd aan ze. Maar betekent het dat ik als ontvanger het zeg maar dan fout aangeleerd krijg, het fout ontvang? Of wordt mij gewoon tekort gedaan? Zeker, ja. Dus ik denk zeker dat 98% van, mocht je dus NLP'er zijn en je hebt het op een slechte manier geleerd. Nog maar voor de duidelijkheid, mensen vinden die trainingen zelf geweldig. En anders zou het nooit zo populair geworden zijn. Mm-hmm. Dus mensen zeggen allemaal hetzelfde. Die zeggen allemaal van nou, het is gewoon een superleuke training gehad. Zeer inspirerend, inspirerende trainer. Ik heb er ook heel veel zelf aan gehad. Ze kunnen nooit zeggen wat, maar ze hebben er wel heel zelf aan gehad. Maar daarna komt altijd de belangrijkste vraag. Dan zeg maar, wat doe ik er nou mee? Ja. Nou, NLP is neurolinguistisch programmeren. Is een werkwoord, is een activiteit. Is iets wat je doet. Dus voor mij is het gewoon superbelangrijk dat de mensen die ik opleid, daadwerkelijk na de opleiding het blijven gebruiken en het blijven doen. Ik ben altijd super geweldig als ik dan 10 jaar later weer een e-mail krijg van iemand van ik heb er net niks van laten horen. Maar weet wel, ik gebruik het eigenlijk elke week, misschien wel elke dag. En ik heb er heel veel goede dingen mee gedaan. Tof. Ja, maar bij andere opleiders is het helaas zo. En het is letterlijk 98%. Dat is absurd. Dat is, ik ben altijd, ik ga te vuur en zwaar proberen te bestrijden. Maar ik ben een soort Don Quixote wat dat betreft. Het wordt je niet in dank afgenomen vaak. Ook dat, maar ook het ook vechten tegen windmolens. Maar mijn angst zit er ook in dat op een dag wordt het bekend. Snap je, op een dag gaat het grote publiek, een van de journalisten, die gaat de beerput opentrekken en laten zien wat verschrikkelijke rampstoestand er plaatsvindt in NLP-land. En ik probeer dat voor te zijn. Dat, op zijn minst dat ik kan roepen van joh, maar het is echt wel een paar trainers. Ik ben niet de enige, maar er zijn echt wel een paar trainers die dat altijd hebben proberen te bestrijden. Maar 98% kans dat je gewoon, als je NLP, als je dit hoort en je hebt NLP gehoord, of je hebt NLP geleerd, je hebt een hele grote kans dat je het verkeerd aangeleerd hebt. Nogmaals, dat is geen sinds jouw schuld. En het is ook geen sinds dat je dan een stomme training zou gehad hebben, want de training was waarschijnlijk hartstikke leuk. Alleen je hebt of geen NLP geleerd, of te weinig geleerd. En je kan er veel meer uithalen. En de belangrijkste vraag is, gebruik ik het vandaag de dag nog? Ja. En als het antwoord daarop nee is, dan loont het echt de moeite om met mij contact op te nemen. Want dan hebben we een heel mooi NLP nascholingsproject. Wat gewoon aanzienlijk veel goedkoper is dan de enorme investering die de mensen dan meestal al gedaan hebben. Om te zorgen dat je het dus heel snel bijgeschoold wordt. En het wel daadwerkelijk elke week of zelfs misschien elke dag gaat gebruiken. Ja, maar dat hoor ik nog wel eens een keer van mensen om me heen. Als je het over NLP hebt, die zeggen ik heb het ooit wel eens een keer gedaan, maar ik doe er niks mee. Of dat is de nummer één. Wat ik ermee moet doen. Ja, dat is de nummer één klacht. En voor mij is dat onbegrijpelijk. Ik doe elke dag doe ik NLP, elke uur doe ik NLP. Het is een activiteit. Het is het runnen van je brein. Ja, je brein runt natuurlijk sowieso. Maar idealiter is het lekker als het goed geordend is. Ja, dus wat mensen aanleren is om dagelijkse beslommeringen weg te automatiseren. Ja. Bijvoorbeeld me goed voelen. Dat is een van de basistechnieken die je als eerste leert. Maar die hoef ik helemaal niet toe te passen. Want ik voel me 99,9% van de tijd voel ik me goed. En die ene keer dat ik me niet goed voel, is er meestal iets aan de hand waardoor het beter is dat ik me slecht voel. Dat hoeft niet meer. Maar met een grote regelmaat moet ik over nieuwe dingen nadenken. En dan gebruik je er continu NLP bij. Dus NLP is gewoon een manier om op de meest effectieve manier je brein te gebruiken. En aangezien je het brein de hele dag gebruikt, heb ik de sterke voorkeur voor om dat zo effectief mogelijk te gebruiken. Terecht. In plaats van het inefficiënt te gebruiken. Hey, je had het even over hypnose, even het uitgebreid over gehad ook. Ik kwam laatst Edwin Selij tegen. Die roept, althans ik kwam tegen, maar ik kwam online tegen. Kom uit hypnose. Iedereen is maar in hypnose. Ja. Hoe kijk je daarnaar? En ik als ondernemer, wat heb ik daarmee van doen? Of wat haal ik daar? Edwin Selij is een beetje een moeilijk heikel punt. Ik heb hem met NLP geïntroduceerd. Ja. Ik ben heel blij dat hij bij een ander instituut de opleiding gedaan heeft. Want hij was de gedeelde nummer 1 waar de meeste klachten over waren. Dus ik weet niet of de hele podcast moet uitleggen hoe slecht Edwin Selij is. Nee, maar het ging mij meer om de uitspraak. Iedereen zit in de hypnose en kom vooral uit hypnose. Ja, dus nogmaals voor de duidelijkheid.
mijn oordeel over Edwin Selij is dat hij kan mensen hypnotiseren. Maar hij heeft helaas hetzelfde breintype als ik. En dat betekent dat hij overmatig gevoelig is voor materiële beloningen. Vooral dingen heel commercieel aanpakt en weinig interesseert of je er wel iets mee of niet mee kan. En ook gewoon te veel risico neemt. Dus de meeste problemen zijn bij NLP-trainers of ook hypnose-trainers, dat ze gewoon onvoldoende kundig zijn, onvoldoende afweten, weinig kennis en kunde hebben. En daarom maar wat doen. Maar er zijn een paar NLP-trainers, dat is gelukkig heel weinig, die wel er genoeg van afweten om er echt niet mee te kunnen. Maar vervolgens te veel risico nemen, omdat ze dat leuk vinden, interessant vinden, whatever. En dan onnodig mensen beschadigen. En er worden gelukkig heel weinig mensen beschadigd. Ongeveer 1 op de 1000 gaat het mis. Maar elke keer dat het misgaat, is het gewoon heel makkelijk, was het heel makkelijk te voorkomen. En vroeger dacht ik altijd van 1 op de 1000, waar hebben we het over? Mm-hmm. Totdat iemand tegen mij zei, nou Joost, maar je wilt toch dat iedereen in Nederland gaat NLP'en? Toen zei ik, ja dat klopt. Dan zegt hij, ja, dan heb je het over 17.000 mensen die je gaat beschadigen. Als het 1 op de 1000 is. Dat klinkt als veel. Ja, dat vond ik ook wel veel. Dus ik denk dat het, hoe zeg je dat? Dat ook als het kleine kans heeft om mensen te beschadigen, dat dan door een goede opleiding. Je zegt mensen beschadigen, want wat bedoel je daarmee? Nou, om een voorbeeld te geven, wat een heel naar voorbeeld is. Dat een vrouw werd gestuurd door het bedrijf om met een NLP-training mee te gaan doen. Mm-hmm. Dat is een weekendtraining, geen opleiding, maar gewoon een weekendtraining. En die vrouw die voelde niks. En toen hebben ze op haar ingehakt of ingelopen praten. Je moet voelen, je moet voelen, je moet voelen, je moet voelen. Maar dat is heel dom om dat te zeggen. Als mensen bij mij komen en zeggen, ik voel niks, zeg ik, hey, geweldig. Je moet eens weten hoeveel van mijn coachcliënten daarom zouden vertekenen. Die voelen zich super ellendig. Je kan beter niks voelen dan je super ellendig voelen. Ja. Maar dat hebben ze niet gedaan. Daar hebben ze gezegd, je moet voelen, je moet voelen, je moet voelen. Na 2 dagen ging ze voelen, maar ging ze heel slecht voelen. Aangezien ze niet gezegd hadden, je moet goed voelen, je moet goed voelen. Dat was al ietsje beter geweest. Nogmaals, het is veel beter om te zeggen van, joh, om je luisteren. Goed voelen, of niks voelen is beter dan je slecht voelen. Ja. Dus blijf vooral niks voelen. Mm-hmm. En dan is het slim om te zeggen, tenzij we je op een relaxte manier leren om je goed te voelen. Dat is misschien een optie om je goed te voelen. Maar dat is een veel betere manier wat ze bij haar deden. En in haar geval was het slechte gevoel zo erg dat zij iets kreeg. Dat heet depersonalisatieproblematiek. Dat is een ernstige psychiatrische aandoening. Ik kan altijd zeggen, ja, dat was misschien ook gewoon haar aanleg. Of dat had ze al misschien last van. Maar ik vind altijd dat het de schuld is van, in dit geval van de zender, in dit geval de NLP-trainers. Zij moeten gewoon kundig genoeg zijn om dat soort tekenen te kunnen herkennen. Ja. En als dat gebeurt, ik heb ook 3 cliënten gehad met deze personalisatieproblematiek, waarbij de eentje het acuut kreeg waar ik bij was. Waar ik wel blij om was, want dan kan ik het mooi meemaken. Maar ik weet de goede strategie. De goede strategie is vechten tegen, vechten, vechten, vechten. Voor mensen die het niet kennen, depersonalisatieproblematiek is dan, je hebt een deel van je brein wat jou een persoon geeft, wat jou een gevoel geeft dat je een ik hebt, dat je een persoon bent. Uiteindelijk is dat ook gewoon breinactiviteit die daarvoor zorgt. En bij depersonalisatieproblematiek wordt dat verstoord. Waardoor het gevoel dat je een ik bent, dat je een persoon bent, verdwijnt. En dan zeggen mensen ook, ja, ik heb het gevoel dat ik wegga en dat er alleen nog maar een object over is. Nou, dat is zeer ernstig, zeer beangstigend. Mensen ook in paniek aanvallen. Dus maar gelukkig had ik met cliënten gewerkt die dat hadden. Dus ik kom me heel goed voor. Ik heb die vrouw begeleid achteraf. Vandaar dat ik het verhaal ken. Mm-hmm. Dus ik heb goed door wat ze toen meegemaakt heeft. En opnieuw geldt, omdat ze gewoon heel slecht opgeleid waren, die mensen, die trainers. Geen kennis en geen kunde hadden. Zeiden ze, en dan wat ze dan doen, en dat is heel gevaarlijk, zeggen, oké, vertrouw het proces. Ga er maar doorheen. Maar dan wordt ze die depersonalisatie gingen stimuleren. Nou, dat is heel erg rampzalig afgelopen. Ze hebben ook haar nog 1-op-1 coaching daarna gegeven in de hoop het op te lossen. Maar dan gingen ze echt van hetzelfde laak en pak. Waardoor ze het probleem alleen maar erger maakten. Dus uiteindelijk is zij in een psychiatrische inrichting beland. Is haar arbeidsongeschikt geworden. Is haar baan kwijtgeraakt. Wow. Dus dan heb ik, ja, dan noem ik wel over schade. Dat is echt grote schade. En nogmaals, het was voorkomen heel makkelijk te voorkomen door gewoon goed opgeleid te zijn. Ja. Als die mensen gewoon hadden gereageerd met, hey, je voelt niks. Ja, prima. Goed nieuws. Dan had het brein gekregen van oké, niks. Het kan zijn dat het brein gewoon om een of andere reden het gevoel uitgeschakeld had. Omdat het dacht, ja, als ik het aanzet, ga ik me zo slecht voelen dat het dan nog veel erger wordt. Dus nou ja, juist om dat soort beschermingsprocessen te waarderen. En te zeggen, oké, dat is goed om te doen op die manier. Tenzij je manier weet. Het brein is natuurlijk enorm krachtig wat dat betreft. Ja, ja absoluut. Dus nogmaals, ja, gelukkig is het 1 op de 1000. Maar dat is wel 1 te veel als het gewoon zo makkelijk te voorkomen is. Oké, maar ik hoorde jou in feite zeggen, kom uit hypnose. Nou, blijf er misschien weer even in. Nee, ja, dat hangt van de situatie af. Dus op zich ben ik daar niet tegen zo'n uitspraak.
Andere NLP-trainers zeggen van ja, iedereen zit in een trance en het gaat erom dat je naar de goede trance toe gaat. Mm-hmm. Maar je moet eerst bedenken, oké, hoe gaan we hypnose definiëren voordat je daar een goed antwoord op kan geven. En daar zijn twee definities. Een nauwe definitie, die tegenwoordig zeg maar de wetenschappelijke definitie is. Die hebben in de jaren 90 met breinscanners hebben ze ontdekt dat er echt in het brein een soort bijzondere actieve breinactiviteit ontstaat. Op het moment dat er mensen in hypnotische trance zijn. Dus we hebben ook gezien dat het verschilt ook echt van slaap. Het verschilt van wakker zijn. Het is echt een soort derde toestand. Lijkt wel heel sterk op meditatieve trances. Dus in die zin is zeg maar, de transtoestand in het brein is gewoon een wetenschappelijk onderbouwde derde vorm waarin het brein kan opereren. Dus je kan zeggen van oké, hypnose is alleen maar als mensen in zo'n toestand zitten. Dan heb je in mijn beleving een te nauwe definitie. Dat is ook een hele brede definitie. Dat is mensen overtuigen mee te doen met jouw toneelstuk. Oké. Dan heb je een hele brede definitie. Ja. Als je dan kijkt naar de samenleving, dan kan je zeggen, nou ja, aanwezig is onze samenleving één groot toneelstuk. En dus, dus kennelijk heeft de overheid ons overtuigd mee te doen met het toneelstuk. Dus kennelijk zijn we overheid zijn we gehypnotiseerd. Ja. En dan kun je afvragen, is dat de meest gunstige hypnose voor mij als individu? Ik ben met de overheid eens dat het heel gunstig is voor de meerderheid, overgrote meerderheid van ons volk, om op die manier gehypnotiseerd te zijn. Maar voor mijzelf leg ik de lat hoger. Dan denk ik, oké, ja, misschien is het niet de hypnose die voor mij gunstig is. Ja, zeker in deze coronatijd zijn er natuurlijk een hoop mensen die roepen, je komt uit de hypnose. Ja, maar dat is echt heel suf. Dus dat is ook echt een zwarte schandplek op NLP en NLP trainers. Inclusief mijzelf. Ik heb er ook al publiek schuld bekend. En ook wetenschap beloofd. Want tot mijn spijt was het zo dat toch een hoop. Dus sowieso zie je dat er. Het heet tegenwoordig de yoga-naties. Dat een hoop van die yoga-mensen. opeens extreemrechtse antisemitische ideeën beginnen te ontwikkelen. Ja. Waar je echt denkt: van oké, waarom in godsnaam? Snap je? Yoga is een hindoeïstische activiteit. En het is zo dat zeg maar hindoes een omgekeerd hakenkruis gebruiken. Mm-hmm. Maar dat is een teken voor de zonnegod. Ja. Om nou totaal geen associatie. Nee, om die reden meteen nazi te worden als yoga-enthousiasteling. Dat is lijkt me ook wel absurd. Maar het zijn niet alleen yoga-mensen. Het is dat hele zeg maar new age-achtige spirituele groep. Inclusief NLP'ers. En tot mijn spijt dus ook een heel flink aantal mensen die ik opgeleid had. Als er één of twee waren geweest, had ik gedacht van nou, dat is. Ik ben filosoof van de statistiek, dus ik weet veel van statistiek. Ik denk, nou, dat kunnen we vergeten, maar dit was echt dermate grote groep. En bovendien, toen ik met ze in gesprek raakte, toen zeiden ze ook allemaal: ja, maar Joost, jij bent degene die ons wakker heeft gemaakt. Jij bent degene die ons ogen heeft opengemaakt. Ja, dat klopt. Want ik net al zei van de samenleving is één groot hypnosestuk en de overheid hypnotiseert ons om mee te doen met hun toneelstuk. Overigens, als je ondernemer bent. En dan vertel ik het nooit, in een ondernemerschap nooit mensen hypnotiseren omdat ze meedoen met jouw toneelstuk. Dan zeg ik altijd, het is je medewerkers overtuigen om mee te gaan in jouw verhaal. Dat uiteindelijk klinkt beter. Ja, nou ja, ik weet niet of het beter klinkt. Het is in ieder geval makkelijker te verkopen. Absoluut. Maar het is hetzelfde proces. Dus mensen meekrijgen met jouw verhaal of mensen overtuigen mee te doen met een toneelstuk is hetzelfde proces. En ik had het dus kennelijk veelvuldig duidelijk gemaakt hoe dat werkte. En helaas, omdat ze slecht met stress om konden gaan, had ik ook gehoopt dat ze het beter hadden kunnen doen. Ging hun brein in allerlei psychotische toestanden raken. Ze gingen vaak de overheid van op angstpsychose opwekken, beschuldigen. Maar feitelijk gezien zaten ze zelf in. Maar dus allemaal van die gekke samenzweringstheorieën kwamen. En dat zou dan de waarheid zijn. Dan denk ik even. Ja. Maar nogmaals, dan geef ik mezelf de schuld van. Toch niet goed opgelegd bij mij. Want ik verkondig overal dat er geen waarheid bestaat. En dat het ook voor hun ook gewoon een hele onhandige hypnose is om in te zitten. Ja. Ze hebben dus van alles mis met het ook coronabeleid van de overheid. Ik ben groot voorstander van hoe het in Taiwan aangepakt is. Daar wonen 20 miljoen mensen op een kleiner landje dan Nederland. Het is wel een makkelijke grens, omdat ze een eiland zijn. Dus de grensbewaking is een stuk makkelijker dan in Nederland. Bovendien zitten ze niet in de Europese Unie. Maar Taiwan heeft gewoon een paar honderd besmettingen gehad en enkele tientallen doden. Ja. Dus, en het hele land is open. En opnieuw, een Nederlandse DJ is naar Taiwan gegaan om daar gewoon feesten te geven. Die heeft 2 weken in quarantaine moeten zitten, omdat het gewoon allemaal super streng in Taiwan is. En die heeft ook allerlei apps op zijn telefoon moeten zetten, zodat hij continu getrackt kan worden door de overheid waar die is. Was dat die Tony nog iets of niet? Ik gok het. Okay. Ja, op een gegeven moment kwam hij in de media. Zou je langskomen? Ja, ik zag het voorbij komen en ik zag hem draaien. En voor mij waren ook filmpjes, dus dan niet eens zulke goede muziek. Dus ik dacht, godverdomme Joost, dat had je beter gekund. Hij wil. Ja, mooi. Maar hij kent natuurlijk die contacten wel. Ja.
Mij draait daar gewoon voor feestende massa. 5.000 man, 10.000 man, die allemaal op elkaar hutje met je klont. Dus ik denk dat alles, ik kan van alle kanten kritiek geven. Ik heb een website, invloedvergroten.nl. Als je in het blog kijkt, dan kan je zien hoe ik alle hypnotische taalpatronen van Rutte en van de Jonge analyseer van hun persconferenties. Dus dat is absoluut interessant. Zie je dat ik al meer dan genoeg kritiek heb. Maar ja, doen alsof er überhaupt geen corona bestaat. Doen alsof het uit een laboratorium komt. Doen alsof het maar een griepje is. Ja, dan ben je gewoon zo angstig en zo gestrest, je brein, dat je zulke gekke verhalen nodig hebt om verder te kunnen. Ja, dat ik wel gehoopt dat goed opgeleide NLP'ers, inclusief de mijne, daar beter mee om hadden gegaan. En dat betekent ook dat ik daadwerkelijk ook het trainingsprogramma aanpas. Dus we nog steeds gaan uitleggen hoe de maatschappij een hypnotisch verhaal is, hoe de ondernemer zijn medewerkers probeert te hypnotiseren om mee te gaan in zijn verhaal. Maar ik ga er nu ook bij uitleggen dat het heel gunstig is om dan uit te rekenen wat levert het verhaal op. Ja. En als het dus het verhaal een maatschappij oplevert die enigszins blijft functioneren, dat het een hele goede vorm van hypnose is. En dat het als je in een hypnotisch verhaal terechtkomt waardoor je je alleen maar slecht gaat voelen, dat het dan waarschijnlijk een heel slecht hypnotisch verhaal is. Dus ik ga daar meer aandacht aan besteden dan dat ik deed voordat de coronacrisis uitbrak. Mooi. Dus het blijft in beweging met dat betreft. Ja, bij mij wel. Ja, nee, ik vind. Kijk, er zijn twee dingen tegelijkertijd met het bewegen. Is dat ik. Ik doe dit nu 20 jaar. 21 jaar. En mensen zeggen: ja, je doet nog steeds hetzelfde als 20 jaar geleden. Je doet nog steeds gevoel omdraaien, verleden neutraliseren, zorgen over de toekomst wegnemen. En dat is ook zo. Ik heb wel het hoop dat het nu iets beter gaat dan 20 jaar geleden. Maar het is wat werkt. Je ziet heel vaak als trainers heel vaak met iets nieuws komen. Bijvoorbeeld Emiel Ratelband. Die komt elke paar jaar weer iets nieuws. Mm-hmm. Maar dat komt omdat hij gewoon iets verkoopt wat niet werkt. En dat betekent dat er gewoon een tijdje mensen belazerd kunnen worden door het te verkopen. Maar dan wordt het bekend dat het niet werkt. Dan moet iets nieuws komen. Ja. Dus ik ben aan de ene kant heel trots dat ik gewoon nog steeds dezelfde dingen doe als dat ik vanaf dag één doe. En tegelijkertijd hoop ik dat wel te vernieuwen in details. Zoals bijvoorbeeld ABC NLP. Of meer aandacht geven over dat de overheid je weliswaar hypnotiseert, maar dat het soms ook heel handig is dat het volk een bepaalde kant op gaat. Mooi. Mooi. Ja. Hey, ondertussen, je bent bezig met de podcast Invloed Vergroten. Als mensen weer meer van jou willen weten, dan Google Joost van der Leij. En dan vind je genoeg. Genoeg websites, genoeg informatie. Heb ik nog een vraag niet gesteld waarvan je zegt van hey, maar dat had ik graag nog wel aan bod willen laten komen? Nee, we hebben heel veel verschillende dingen gehad. Ja, en bovendien, ik ben mijn eigen levensbeschouwing is Taoïst. Tao wil je alles bereiken zonder iets te doen. Er zit wel een soort kleine sterretje bij, kleine lettertjes. Want eigenlijk is het alles onbewust bereiken zonder iets bewust te doen. Mm-hmm. Dat maakt het al. Dat zeggen we, je doet genoeg volgens mij. Ja, precies. Dus dat betekent al dat je al harder werkt dan dat mensen zouden misschien denken. Ja. Met zo'n leuze. Ja. Maar als Taoïst ben ik ook heel erg dat ik denk van ja, iets komt op je pad of het komt er niet op. Als je ware pad loopt, dan gaat het allemaal makkelijk en vanzelf. Mm-hmm. Dus ik heb zelden de neiging om nog nieuwe vragen erbij te gaan verzinnen. Ik denk, als het niet aan bod kwam, dan dat is goed zo. Had de Tao duidelijk gemaakt dat het ook nergens voor nodig was. Mooi, mooi. Hey, ik ga je bedanken Joost voor deze podcast, voor dit gesprek. Ja, graag gedaan. En ik wens je onwijs veel succes ook met het wetenschappelijke aspect van de NLP. Ja, nou ja, dat hoop ik ook echt dat goed uitpakt. Dus nou ja, we hebben de goede hoop bij. Wat we tot nu toe gedaan hebben was goed genoeg voor de Vrije Universiteit, goed genoeg voor de Erasmus Universiteit. En nu is de hoop dat we zowel via de universiteiten als via mijn eigen achterban mensen kunnen stimuleren om het daadwerkelijk te gaan onderzoeken. Dus eerst studenten met een masterthese, daarna AJO's. En dan hopen we er genoeg gepubliceerd te krijgen dat er daadwerkelijk ergens een professor wakker wordt. En eens eventjes flink gaat kijken of het klopt. Ja, tof. Ben heel benieuwd. Ja, ik ook. En hopelijk komt het uit dat het klopt. Maar als het niet klopt, dan hoor ik het ook graag. Ja, dat gaat goed komen. Hey, dankjewel. Nogmaals graag gedaan. Ja, en zo ben je aan het eind van deze podcast met Joost gekomen. Het kwam al even te sprake dat Joost tientallen boeken heeft geschreven. En ik kan er ook eentje weggeven. Namelijk het boek Management Cybernetics. Waarin onder andere de Cybernetic Big Five Theory in relatie tot een complexe omgeving uitvoerig aan bod komt. Nou, wil jij nu kans maken op het boek van Joost? Deel dan deze podcast en tag mij er even in.
En zeg jij nu van ja, ik hoef dat boek niet, maar ik wil wel anderen op de hoogte brengen van deze aflevering van de Hoe onderneem ik podcast. Deel hem dan ook vooral even in je netwerk. Uiteraard kan je hem ook een duimpje of een review geven op de plek waar je deze aflevering hebt gevonden. Wil jij er in het vervolg geen eentje missen? Abonneer je dan vooral op de podcast. Ik zeg in ieder geval bedankt voor het luisteren. Wil je in contact komen? Dan kan dat via LinkedIn of info@hoeonderneemik.nl.